Mooi. Wat is Lange. Glank. Hey jongens. Lange. Ja. Hey zo. Oh. Hey. Hey. Je ziet er goed uit, man. Ja, ja. ja. man, ik kijk ook echt. Ja. Die broek is wel extra lang. Ja. Ja. Ik ben ook lang, jongen. Ja. Hoe is die dan? Goed jongen. Goed je te zien, man. Leuk man. Maak ik zie het gang man, boys. Bedankt dat je wilde je, komen. Ik heb je. Ja. Ja. Eh? ik heb je nog nooit zo gezien man.

Welkom <laughs> bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges, uh, geproduceerd door uh, Going Places Productions, FC Afkikken en we zitten weer hier in deze, op deze mooie plek. Erik Kuster, uh, Metropolitan Luxury en ik ben Johnny Suiveloon. Ik ben van Bravij. En we zitten hier met uh, mijn uh, oud ploeggenoot, een hele lange jongen, Michiel Ritchie Kramer. Ritchie, ja. Ja, toch? Of niet? Nee. Ja, tuurlijk. Is toch je tweede naam? Nee, ik heb geen tweede naam. Nee, hij, niet. Liegt, hij liegt, hij liegt. Nee, <laughs> ik heb geen tweede naam. Broes! Wikipedia zegt altijd. Nee, serieus, ik heb geen tweede naam. Waarom zeggen we dan Richie? Ik weet niet, ik weet niet. Toch jullie hadden misschien Jongens, <laughs> iets Dit is echt een fout van de productie. Van de... Van het ja, productie, man. Dit is echt een puinhoop. Het is het einde van de dag, maar ik vind wel dat dit is wel... Uh... Michiel, Michiel Kramer. Nou, Michiel Kramer. <laughs> hey. Hey. Maar goed, thanks dat je er bent. Hoe gaat het met jou? Goed man. Ik ja. ben weer, uh, weer langzaam uh, aan het voetballen dus dat is uiteindelijk waarom je nog steeds bezig bent. Ik dus ja. heb een beetje vervelende bestuur gehad, dus ik heb uh, echt wel goed uh, tien weken, bijna elf weken uh, niks kunnen doen. Ja. Maar goed, het gaat nu weer, uh, gaat nu weer goed, man. Dus uh, ik ben langzaam weer een beetje aan het, uh, aan het spelen. Dus het gaat, uh, gaat de goede kant. Op. Gelukkig. Onze ja. vraag altijd: Ben jij gelukkig? Nu, op dit moment? Zeker, ja. Ja? Wat maakt jou gelukkig nu in deze periode? Uh, nou Waar ja, je ik heb gelukkig van Ik heb een gezin uh, met, met drie kinderen die, uh, die het goed naar hun zin hebben. Die uh, lekker hun eigen leven aan het leiden zijn. Mm. Waarin, uh, en zijn eigen ei helemaal uh, mogen ontwikkelen. En uh, uiteindelijk, uh, als het goed gaat met mijn gezin, dan gaat het wel goed met mij. Ja. Dat, uh, ja, dat is nu het geval. En, uh, alle kinderen zijn nu naar school. Dus mijn vrouw heeft ook ietsjes meer tijd Rust. en ruimte om haar eigen, eigen ding weer te ontwikkelen. Dus mm. dat uh, is alleen maar mooi. Mooi. Goed om te horen. Ja, man. Ah. Um, luister, Michiel. Uh, ik ken jou als voetballer. De buitenwereld kent jou als voetballer. Moet ik even je carrière zeg maar vanaf het begin? Excelsior, op je vijfde. Jeugd, Feyenoord, Sparta. En daarna Volendam, Nak, Ado. Weer Sparta, Maccabi Haifa, Utrecht. En nu RKC. Captain, nota bene. Ja, ja. Had ik nooit verwacht, maar goed, Ook dan niet. komen we zo meteen komen we nee. daar op terug. <laughs> ik ken jou als een persoon hoe je was, dus die hebben een hele goede ontwikkeling. Voelde je mij toen geen uh, goede aanvoelende? Uh, dat is. Uh, je was uh, in mijn ogen was je nog, uh, was je nog jong en uh, um, maar nee, De eerste allemaal, periode of tweede ja, de tweede periode? De eerste. Waren we, ja. alle, waren we gewoon nog zeer onvolwassen en ik en, en uh, uh, was je voor mij nog niet een aanvoerder uh, in mijn ogen? Maar ik denk nu dat je zodanig hebt ontwikkeld ja. dat het nu gewoon wel zo is, toch? Nou ja, ja. Zou vind je het leuk maar, om aanvoerder te zijn? Het verandert niet zo heel veel voor mij, moet ik zeggen. Ik, uh, ik vind het wel een eer dat, dat een trainer jou vraagt om aanvoerder te zijn. Maar mm -hmm. in mijn gedrag, in mijn uh, zijn wie ik ben, zal ik niet, uh, zal ik niet iets zo. anders gaan, gaan dragen. Weet je? Want, ja. Op het moment dat je dat gaat doen, dan komt het vaak uh, gemaakt over en dan mm, kom dat is je niet meer binnen bij, niet bij mensen. Dus ja. uh, wat dat betreft uh, hoop ik dat, uh, dat ik gewoon nog steeds mezelf ben en of ik nou een band om heb of niet. Dat... Maar die leiderrol als aanvoerder zijnde, zeg maar, die heb jij nou, van ja. nature wel? Nou, of nou, heb, ja, je, ik, heb ik, jij dat toen eerder in je vorige periodes met Gianni? Nee, nou, ik kwam toen vanuit Volendam. Dat was vanuit de Jupiler die kwam naar de eredivisie natuurlijk. Ja. Dus dan, ja, dan ben je toch ietsjes meer met jezelf bezig, omdat je ja. natuurlijk, ja, je wil je laten zien in de eredivisie. Je hebt een stap gemaakt van de jupele naar de eredivisie. Dan denk je alleen maar van, oké, okay, nu moet ik het laten zien in de eredivisie. Ik wil niet te hoog ik van de toren gaan blazen van, ah, ik ga het eventjes maken hier. Dus ik was gewoon heel rustig en ik probeerde gewoon mijn plekje daarin uh, te vinden. En, mm -hmm. ja, die leidersrol heb ik zeg maar destijds, ja, was ik ook niet echt mee bezig. Omdat je bent meer met jezelf ja. bezig dan echt het hele grotere geheel. Ja. Dus <coughs> omdat je nu wat ouder bent dan. Dus het, het is wel iets man... wat je altijd in je hebt gehad? Nou, ik was in de jeugd ook wel eens aanvoerder geweest, dus okay. ik, ik wist wel dat, uh, ja, dat het erin zat. Alleen ja, het is maar net of je die connectie hebt met de trainer en et cetera, et cetera. Dus Precies. ja, dat is nu het wel het geval uh, ja. Oké, okay. maar dit is hoe we jou kennen als voetballer. Ja. Maar wie ben jij als mens? Uh... Want dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. <laughs> Die heel veel mensen ja. niet weten. Ja. Nee, dat is waar. Ja. Er zit natuurlijk een stempel op mij, wat, wat je natuurlijk ook een beetje zelf recreëert uiteindelijk, door de manier ja. waarop je die dingen gezegd hebt of gedaan hebt, dus uh, zelf gecreëerd alleen ja. Er scheldt nog altijd een mens achter de voetballer en, Juist. Uh, ik denk dat ik, uh, dat ik eerlijk ben, dat ik uh, puur ben, dat ik uh, cynisch ben, Zeker. maar dat ik ook uh, prima uh, kan functioneren in... Uh, in de maatschappij, dus uh, wat dat betreft uh, heb ik daar in stappen gezet. Ja. Maar ja, zo zie ik mezelf nu wel een beetje en, uh, gewoon een familieman. Uh, als, uh, als ik uh, bij mijn familie ben, ben ik, uh, op, uh, ja, ben ik rustig, ben ik blij. Ja. Mm -hmm. en dat is voor mij eigenlijk de, de grootste is dus dat, dat je gezin het goed heeft. Ja. Ja. En zolang dat het geval is, dan ben ik, uh, ben ik goed bezig. Je, je hebt ooit gezegd, al zou ik nog duizend doelpunten maken, een goed mens... Zijn is voor mij vele malen belangrijker. Ja, dat vind ik ook, omdat, kijk, wij allemaal zijn voetballer voetballer geweest, het is maar net hoe je dat ziet natuurlijk. En de mensen achter de voetballer is wat mensen onthouden. Mm. Ja, en ik kan wel uh, 5000 goals hebben gemaakt en dan word ik herinnerd als, als de topscorer of doelpunt te maken, maar als ja. iemand tegen mij zegt, Eme hey ik vond je echt een goed mens, dan is dat voor mij natuurlijk veel meer waard dan uiteindelijk wat de grote mensen daarvan uh, van Geens. vinden. Geens. Dit is altijd best wel een, een gevoelig, of gevoelige vraag niet, maar um, heb je dat nodig om van andere mensen te horen dat je een goed mens bent? Uh, nou ja, ik denk dat het toch wel goed is om ergens te weten dat, je, dat het gewaardeerd wordt wat je, wordt, je aan het doen ja. bent natuurlijk. En, ja. uh, kijk, niet zozeer dat ik van andere mensen wil horen van oh, je bent echt een goed mens, maar gewoon dat je weet dat je eerlijk en puur bent vanuit jezelf ja. en dat van iemand anders te horen is natuurlijk gewoon wel fijn, omdat ja. je dan toch wel indruk hebt gemaakt op iemand op een goede manier. Ja. En dat blijft dan het meeste hangen natuurlijk. En niet zozeer, dat, oh ja, hij scoorde de twintig per seizoen. Maar hij was een verschrikkelijke persoon. En ja. wat doet het dan uh, met je als ze zeggen van hé, je bent zo'n klootzak <laughs> geweest, man, bijvoorbeeld. Uh, <laughs> nou ja, eigenlijk niet zo heel veel, omdat, omdat ik daarin niet zo heel veel anders doe. En okay. uh, als iemand negatief is over mij, dat kan. Ja. Maar je kan het Johnny vragen, je kan alle mensen met wie ik gezeten heb, of ge gewerkt heb, vragen wat voor persoon ik ben. En ja. niemand, echt niemand zou zeggen dat ik, dat die, uh, ja. dat ik, ik negatief ben. Ik moet zeggen dat ik dat wel, ik wel ik kan beamen. Guil ja. is een van de weinige spelers um, waarvan ik 100% zeker kan zeggen dat hij gewoon geen masker op heeft. Dus what you see, what you get. En op het veld misschien dan kan het soms zijn dat hij als een klootzak overkomt. Maar voor de rest helemaal hij is echt een fantastisch mens ja. grappig <laughs> belachelijk gewoon en droog ja, 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 droog vooral droog nee, vooral ja, droog, maar man. echt 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 top man ook ja. echt uh, wat je zelf zegt echt een uh, family man en dat maakt jou um, uh, tot wie je bent man zeker man nice Mooi, lief. Ja, nee, woorden, maar ja ik dat heb het nog gewoon... nooit tegen me gezegd, hè? Dus de eerste keer. Of Kijk. Doe je dat niet omdat de camera's. Nee, 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 nee hoor. Oh. Oh, dat is wel een. Ah, nee. Nee, nee, ik... nee oh, okay. dat is niet eerlijk, Michiel. Dat is niet eerlijk. Okay. Okay. Weet je waarom? Omdat ik. Ik ga alleen met echte, pure mensen om. En oh, wij ja? konden het altijd gewoon goed vinden. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Dus um, ja, van mij krijg je nu gewoon. Uh, je uh, credits. Maar over masker gesproken, voordat we verder gaan met, uh, met uh, uh, het stukje Knowing Me. <laughs> af en toe doet hij de telefoon ja, en je kastje. Ja, af kan en toe moet uh, ik even kijken <laughs> naar, mijn, naar mijn redactie guy en dan. Hé, uh, je hey, exposed ons dood! <laughs> Ja, mooi, ja. mooi, nee, is goed. Ja, mooi. Nee, maar daar dat is het pure we... ja, in een pure wat de Ja, nee, nee. Ja. Heb je ooit je wordt ook een beetje rood nu, hè? Ik weet wel niet. Je... Dus zo... Ah, jongens, <laughs> moet je kijken. Eh. Ah, zie je, dit is waarom ik. Ik voel daar ook niet in de show. Ik kom gewoon hierop. Nee nee, 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 juist niet. Leuk, ja. leuk. Le 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 Luister. <coughs> Over masker gesproken. <coughs> <coughs> heb, jij, heb jij ooit wel eens je masker op moeten doen? Uh, tuurlijk. Ik denk dat iedereen zijn masker wel eens op doet, toch? Als jij bijvoorbeeld, stel dat je een camera op iemand zet, een willekeurig iemand. Ja. Zal hij zich ook anders gedragen dan hoe ja. die zonder kamer leeft. Dus dan heb je überhaupt, heb je dan een masker op als je dat gebeurt, ja. toch? Ja. Dus ik denk dat het uh, zeker in onze wereld erbij hoort, zeg maar, dat je af en toe even het ding op moet zetten en gewoon uh, de zakelijke dingen zegt. Ja. Omdat als je op het moment dat je echt en puur bent, dan kan het ook wel eens tegen je gebruikt worden en dat dat maakt het af en toe wel eens lastig. Alleen ja. uh, ik probeer zo min mogelijk mijn, uh, mijn masker op te zetten, maar soms ontkom je er gewoon niet aan. Ja. Jij Esron? Ehm... Um, je wilde dat ja. bij mij stellen. Hè. Ja. <laughs> ja, ik heb, ik, heb, ik heb vaak genoeg um, maskers op moeten zetten. En, um, maar nu heb ik daar wel spijt van. Ik heb niet van heel veel dingen spijt, maar wat je zegt. Uh, Anders kan je heel veel op je krijgen, mm. op je pad krijgen en meningen van mensen en um, daar struggle ik. Heb ik mee gestroggeld ja. met met uh, meningen van anderen, maar dat wil ik nu gewoon anders doen. Ja. Ik wil nu gewoon echt gewoon mezelf zijn. Nou ja, ik denk dat het gaat, dat op het eind van de dag als je in de spiegel kijkt en je bent gewoon jezelf gebleven. Precies. Dan ga je wel lekker slapen. Ja. Of als je dan toch ja, dat masker op hebt gezet en je hebt toch zoiets van ja, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Ik had gewoon mezelf kunnen zijn of misschien wel moeten zijn en dan denk ik van ja, Doe dat dan maar gewoon. En uh, dan moeten mensen maar gewoon accepteren hoe je bent. Ja. En als ze dat niet willen, ook prima. Ja. ja. dan hoef je niet met mij om te gaan. Precies. En dan kies ik ervoor om gewoon uh, de mensen die dat wel willen. Ja. Precies. En dan, ik denk dat dat ook iets is met, uh, met ouder worden. Uh, dat je daar toch anders naar gaat kijken en uh, daar genoeg van hebt, zeg maar, op een gegeven moment. Uh, nee, je houdt geen rekening meer met anderen, toch? Het ja, gaat eruit om wat je, wat je zelf wil. Ja. Wilt. Ja. En, ja, ik, ja. Wat je zegt, in de, in de voetbalwereld is het. Heel makkelijk om maar even dat masker op te zetten, omdat je denkt: van oké, okay, nou, dat doe ik niks verkeerd. En dan. Ja. Maar de echte puurheid, ja, die mis je dan wel eens. En dat zou je waarschijnlijk altijd in de voetbalwereld blijven houden. Omdat ja. als je dus echt een puur bent, kan je ook wel eens kwetsbaar zijn. En als je kwetsbaar bent, dan kan dat ook wel eens tegen je dus... wel ja, ja, precies. Dat is wel eens wel uh, vervelend. Jij, ja, Johnny? Ik heb wel eens mijn masker op moeten zeggen. Jawel. Ja, uh, dat heeft hij ook af en toe wel eens gezegd tegen mij. <laughs> oh ja? Ja man. Maar ik, ik moet zeggen dat het heel vaak was uit, uh, tenminste heel vaak, af en toe was het meer uit, 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 uit zelfbescherming. Mm -hmm. uh, omdat ik, uh, 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 soms ga je door privé situaties waarvan je denkt van shit, ik wil niet dat mensen daar misbruik van kunnen maken, dus ik moet wel een masker opzetten zodat mensen niet weten door wat voor struggles ik ga, weet je wel. En dan, dan, dan kom je bijvoorbeeld over alsof niks je, niks je doet ofzo. Mm. Maar van binnen ga je misschien toch wel een mm. stuk van, van, van pijn. Mm. En um, uh, dus af en toe heb ik wel eens even een maskertje opgezet. Ja, maar het gekke is natuurlijk dat een kleedkamer eigenlijk bedoeld moet zijn om je kwetsbaar op te stellen. Pff, ja, maar. Op een of andere manier snap ik het gewoon niet dat als jij, weet ik veel, of je hebt problemen thuis of het gaat niet goed of uh, dat je daarover kan praten met die jongen. Dan zeg je: luister, ja, ik voel me niet goed en ik zit niet lekker in mijn vel. Dan weet ik dat. Dus als ja. ik dan met jou in de kleedkamer zou zitten en je hebt een keer een slechte dag of je ja. hebt een keer een slechte dag, dan weet ik, oké, okay, misschien ja. Johnny of Edson, ja, we hebben gewoon een klote dag. Oké. Okay. Dat laat ik je. En dan dus... nu de vraag, heb jij dat wel eens gedaan? Uh... Want het is heel nou, goed ja, ik, ik denk wel zegt. dat ze het konden zien, althans. Okay. Want hij heeft met mij gespeeld, dus hij kon ja. ook wel zien dat ik wel eens ja, even uh, afwezig ja, was of wat dan ook. Alleen echt uitspreken doe je dan niet. nee. Dat doe je niet omdat, wat ik zeg, als je je kwetsbaar opstelt, kan het dus ook als een boomerang ja, in je gezicht terechtkomen en dan kan je misschien je plekje verliezen. Of ja. je het is ja. net door iets ziet. Ja, maar dat is dus wel de kleekamer ja. uh, waar ja. heel veel voetballers... Gewoon hard, is. gewoon keihard, ja. toch? Het is, uh, okay. ben je, uh, maar Jan, stond. je zei eerder van hè, de masker toen, doe je dat nu nog steeds? Nee, nu ben ik echt gewoon, en ik denk dat iedereen hier die. Uh, die kan het beamen. Ik, ik zeg nu echt wat ik denk en ik heb echt gewoon maar dat helemaal nou niks je familie, te maken. Maar is dat nou vanuit je familie, een, een situatie vanuit de familie? Ja, ik wil mensen niet pijn doen ja. met, met, met bijvoorbeeld uh, uh, met mijn gedachten of zo. Ja. Maar als ik vind dat ik mijn grenzen moet stellen of zo, weet je wel, dan ja, kan ik wel heel duidelijk zijn: hé hey, luister, tot hier en niet verder. maar nu ben je gestopt. hè? Wat ja, me? het is allemaal veel makkelijker ja. ja, dat gestopt. dan te ja. doen. Ja, ja, het is om 100% te doen, toch? 100%. Uh, ik moet zeggen, nu bij XC, hey, althans de laatste anderhalf jaar, dan, merk ik wel dat daar jongens veel meer open zijn. Ook in de meer, kleedkamer. Uh, ja, in uh, ja, de kleedkamer. En ben jij en daar dan, ja. dan uh, we gaan zo meteen verder naar het stukje Nomi, ben jij dan zeg maar daar, daar leidend in? Geef jij daar het goede voorbeeld in? Uh, nou, ik, vind, ik Kijk, je merkt zeg maar als je wat ouder wordt, als oudere speler, en dus bijvoorbeeld een nabespreking, is het vaak ook de oudere spelers die altijd iets zeggen over de wedstrijd, toch? Of analyseren. Mm -hmm. Of uh, terwijl een jonge jongen ja. heeft ook een mening over de wedstrijd, of heeft ook uh, iets gezien, wat vindt ik van? Ja, misschien had ik dat anders moeten doen. Of, maar mm -hmm. die durven dat mm -hmm. op een of andere manier toch niet te zeggen. En dan ben ik wel van mening om te zeggen: van luister, iedereen ziet een wedstrijd anders. Ik ja. zie hem misschien anders dan jou, of dan jou, of dan jou. Dus ik wil graag van iedereen input hebben, ja. dus dat goed, je uiteindelijk nee. dat je... Ja, maar ja. zo is het wel, maar de vraag is natuurlijk, durven die jonge jongens het ook nee, nee, dat ook te zetten Nee, dat is één, durven ze het wel, maar je, je zet wel die deuren open. Snap je? Ja, en en, moet, en dat, daarom zeg ik, kwetsbaar zijn tegenover je teamgenoten, want uiteindelijk met je teamgenoten ben je misschien nog wel meer dan met je vrouw of met je kinderen of wat dan ook. Ja. Die kunnen jou uiteindelijk ook helpen daarin en die kunnen jou ook sterker daarin, zodat ja. je ook weer een, een, een completere speler wordt en, ik moet zeggen bij RKC nu anderhalf jaar tijd merk ik wel dat dat wat meer uh, open gaat, uh, deurtjes ik, wat open ik, gaan. Uh... Ik ga elke keer kom ik met dingen. Dus ik heb natuurlijk met mijn gespeeld en leuke dingen meegemaakt dus ja. en zo Oké, okay, nu, nu praat hij zo. Eerste story. Nee, Eerste story van, van hier. Vroeger, van vroeger van. zat hij alles in elkaar natuurlijk. nu <laughs> ja. bedoel ik, als we een bespreking hadden, dan zat hij achterin samen met mij. <laughs> ja, zo, ja, zo, ja maar zo dat doen. is nog steeds zo. Ja, ja, dat dat steeds. is natuurlijk man. Ja? Ja, ik moet ook wel blijven lachen. Als ik niet kan lachen, dan moet ik stoppen met voetballen. Ja, dat is waar. Ik was nooit serieus met hem in bespreking. was echt. Ja, maar Henk zei vaak ook hetzelfde. Ja, sprekking. dat is waar, in dat is waar. Er uh, zat weinig uh, variatie in. Henk? Welke ja. <laughs> <laughs> <Hey, Frie> Kees. Okay. Nee, nee, nee. Hij was echt hey, top trainer. <laughs> nee, nu, gaat in in, ja, nu gaat hij Nu gaat hij hé. Hé, nee, nee, nee. Ik weet het niet. dit gebeurt bij jou. Omdat jij hier bent. Ik zat er altijd raar te doen. Nee joh, ik zat gewoon rustig. Maar nou, okay. goed, dan weten we dat ook weer. Uh, <laughs> knowing me. Ja, <laughs> knowing me. Tien vragen die we je gaan stellen, om en om. En eigenlijk is het feit dat jij... Uh, je moet gewoon snel antwoorden. En Jezus. het is... Uh, Onder druk wordt ik gezet heb ja, ik gehoord, Ja, klein beetje, ja, klein beetje. Klein beetje. Ben je daar goed in? Redelijk, redelijk, ja. ja? ja. Oké, okay, cool. Gaan we zien. Dat, dat <laughs> geeft weer een andere kant van je weer... Uh, van de mens. De mens, Michiel. Dus niet oh, meer mooi. de voetballer, de mens. En heb, oh, dus, oh, heb jij de... Ik heb het helemaal in elkaar gezet. Dit alles. Alle vragen, alles. Ja, ja sowieso. <laughs> of weet ook met telefoon. Uh, oh, kom, kom. Oh, op <laughs> telefoon, en nu moet je dit zeggen. <laughs> Komt ie. Uh, wat is de mooiste plek waar je ooit bent geweest? Uh, New York. Ja, okay. hij is echt, uh, wat mij niet, ja, dat weet iedereen. Ik ben echt een, een fan. Nee? Ja, ja. Man. En New York is je... Uh, favoriet... ik, ben toen, uh, ja, ik was toen jong, ik ben, denk ja voor acht of zo, negen. Ja. Toen gingen wij met mijn ouders en mijn zus gingen we daar uh, op vakantie. Ja. En die stad is me op een of andere manier zo uh, blijven hangen dat ik, uh, dat ik nog heel graag terug zou willen. Ja. Maar uh, ja, door het voetballen en door alles erop en aan is er nooit van gekomen. dus Ja, ja dat is uh, iets wat is blijven hangen, maar ik ben er nooit meer terug geweest daarna. Dus, uh, je houdt dus, van uh, basketbal, je ja. favoriete team? Op dit moment de Lakers, de Lakers. Maar ik ben een LeBron-fan, dus Garry. ik volg zeg maar gewoon... Ik ga ik opstaan, man. Ja, LeBron, ja, ja. ja, we zijn oh, LeBron, man. Ja, 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 ja. LeBron, LeBron. LeBron is the GOAT, hè? Of course. Michael Jackson of LeBron? Michael Jordan, bedoel Michael Jordan, sorry. Kijk, kijk, kijk. <laughs> daar gaat hij al de mist in. Daar, ga je, daar gaat hij al de mist in. LeBron, LeBron, LeBron. Zegt hij Michael Jackson of LeBron? Michael Jordan of LeBron? Nee, LeBron. LeBron? Fan, man, is brood. Is brood. LeBron is voor mij de grootste speler ooit. Deze man zat gewoon nog vijf minuten voor de wedstrijd. Zit hij soms gewoon nog basketball te kijken? Heb je gezien? Ja, die game van op... nee. gisteren. Ja man. Echt goed Nee. Groot, nee, groot, nee. groot minuten voor de wedstrijd. Oké. Okay. Nu nee, niet meer. Eén Vroeger. Minuut Eén minuut. Oh, één minuut Eén zelfs. Oh, Oké. Okay. Naar buiten ging. <laughs> next. Okay. next. Uh, vraag twee. Ik ik denk dat ik het antwoord hier al op weet, maar goed. <laughs> um, waar voel je je het meest thuis? Uh, ja, denk bij mij gezien. Gewoon waar je zelf kan zijn uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. Maar jij hebt iets anders in je gedachten Nou, gedacht, toch? Ik, ik, voetbal gerelateerd uh, eh? denk ik dan RKC als ik hier niet zo hoor praat. Op dit moment wel ja. ja, maar omdat hij zei van we doen het niet, het voetballen maar de mens. Dus dacht ik, uh, als ik thuis hier, bij je Vee, gezin. En, ja, als ik uh, mezelf kan zijn en in alle rust uh, zit op bankje, dan voel ik me eigenlijk het fijnste ja. ja. Um, welke bijnaam die anderen je geven vind je echt heel mooi? Heeft hij meerdere dan? Heeft hij meerdere benen? Hey, ik, ik, ik heel mooi. Ik noem hem okay. lange. Oké, ja. was het leuk? Oké, okay, wat was de leukste bijnaam die je had? Uh, uh. Lengte. Lengte. Lengte, Klopt, klopt. Klopt, lengte. Dat zou iets surreële zijn, maar ja, wel, ja, even, volgens hè? mij komt het ook wel. Volgens mij is het deal. Ja, ja, toch? is wel ja, een beetje, Ja, precies. beetje. lengte. Ja. Oké, okay. Ehm um. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Uh, dat was uh, volgens mij een paar dagen geleden nog man. Oké. In de auto. Naar huis was dat, ja. Kan je met ik ons zat, delen uh, Ik zat Beste Zangers te kijken, ik weet niet of je het kent. Ja. programma Beste Zangers. Ja, dat ja. zeg maar de muzikanten bij elkaar komen en dan voor elkaar liedjes gaan zingen. Ja. En uh, volgens mij was het de uh, aflevering met uh, Stef Bos die okay. nee. zat zeg maar op de bank en de andere miskanten zaten om me heen, dus ze gingen voor hem een liedje zingen en toen werd er door Suzanne en dacht ik uh, het, uh, het uh, liedje papa gezongen ja. dat was van Steff Vosman die hebben hun, zeg maar uh, gezongen mm -hmm. ja en dan weet ik niet dan zit ik gewoon te denken aan mijn eigen vader en uh, ik ben zelf vader die kinderen en dan ja dan loop af en toe een uh, traan over je wang gewoon puur ja. omdat het dan dat een komt bepaalde binnen. snaar raakt in je die, uh, die gevoelig is en dan ja, ja dan ga je ja. huilen man je zit in de auto zit je te kijken dan of te ja. luisteren ja man Dus dan zit je, gewoon, zit je uh, gewoon te snikken in de auto? Ja. Oké. Okay. Nee, nee, is toch, is toch goed? Ik bedoel... Niks uh, niet uh, ja. nee, is ook niet meer, <laughs> ja. ik ga er ook helemaal ik, niet voor. Weet je wat dus, is? Uh, ik vind de auto, vind ik, vind, ik een hele, uh, vind ik echt een privéplek waar je jezelf kan zijn. Je zit, je, je zit zo vaak zit je alleen in de auto, ja. heb je zoveel gesprekken met jezelf. Nee, dat ja. is het dus, je bent altijd in, in, ja. in gesprek met jezelf. Uh, als je dan bijvoorbeeld een keer een klote dag hebt gehad op de club en je rijdt naar huis, dan kan dus muziek je weer een, soort van een beetje uh, met beide beentjes weer op de grond ja. krijgen. Of gewoon weer een normaal gedrag vertonen. Of, en dan denk je van ja, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Zeker als voetballer niet, dus mm -hmm. muziek brengt je een bepaalde emotie. Dat is alleen maar goed. Uh, wie heeft jou als mens echt weten te raken? Uh, <laughs> ja, dat vind ik moeilijk. Ik zou gewoon zeggen mijn ouders, omdat die uh, me uh, hebben gevormd hoe ik nu ben. Mm -hmm. En uh, ik denk je kinderen uiteindelijk dat die beseffen dat jij niet meer de, de belangrijkste persoon bent in het leven. Ja. Eens. Nice. Um, wie, heb, wie had je eerder in je leven willen tegenkomen? Uh, pooh, ja, ah, vind ik lastig. Ik denk dat je. Sowieso in de voetbal ben je natuurlijk heel vaak aan het uh, switchen, of ja, wellicht van, van club en van, uh, van spelers. Dus overal in, welke, in ieder team kom je altijd wel jongens tegen waarvan je ja, een bepaalde gevoel krijgt, een bepaalde idee van meekrijgt. Ja. Dus het is niet echt specifiek één iemand waarvan ik denk van ja, die heeft mij iets gegeven. Dan denk van ja, dat wist ik nog niet. Ja. Uh, dus ik, ja, ik zou gewoon, gewoon zeggen van meerdere, meerdere jongens, ik kan niet zo 1, 2, 3 namen bedenken, van, uh, die hebben mij echt uh, geïnspireerd. Ofzo. En wie zou je nu nog tegen willen komen? Uh, LeBron. <laughs> ja, dat is leuk om, uh, voor een foto, maar ja. ik weet nog niet of hij mij uh, echt als persoon heel, uh, heel veel gaat brengen, toch? Ik weet hij doet veel hè? Hij doet veel buiten het basketbal. Ja. Yeah. Ja, ja, als jij uh, 2 miljard op de rekening hebt, ja, dat is natuurlijk waar. ook iets makkelijker. Maar goed, dat, uh, dat is waar iets is anders. Maar. Um, ik zou uh, Jordan Peterson. Ik weet niet of jullie die kennen. Wie is dat? Dat is een, uh, een uh, therapeut die komt uit Canada. Maar ja. uh, die, uh, die kijkt heel erg rationeel en ook heel erg zwart-wit naar de wereld. Mm -hmm. En uh, zijn argumenten over willekeurige onderwerp of het nou over uh, gelijkheid gaat van man en vrouw in de sport, et cetera. Komt daar met hele goede feiten, waarin het dus heel makkelijk begrijpbaar is voor iedereen. Mm -hmm. Dus dat is wel iemand dat ik denk van, uh, daar zou ik misschien wat van kunnen leren. Maar goed, of het gaat gebeuren, ja. Oké. Okay. Uh, okay. uh, waar ben je het meest trots op over jezelf buiten het veld? Ik denk toch gewoon mijn kinderen uiteindelijk. Dat is toch iets wat, wat, je, wat je samen gecreëerd hebt met je vrouw. En dan uh, komt dat samen. En dat probeer je dan uh, zo goed mogelijk de wereld in te sturen. En hopelijk uh, doe ik een goede taak als vader zijn en als ouders zijn om dat zo goed mogelijk te managen. Mm -hmm. Maar dat is wel iets waar je natuurlijk het meest trots op bent. Oké. Okay. Nice. Um, wat is het beste advies dat je ooit zelf aan iemand hebt gegeven? Uh, Accepteer dat een trainer niet altijd voor jou kan kiezen. Accepteer dat een trainer... Niet voor jou kan kiezen. Dus een trainer heeft altijd de mogelijkheid om niet voor jou te kiezen. Ja. En op het moment dat jij dat kan accepteren, ja. hoe moeilijk dat ook is. Want we vinden allemaal, we zijn allemaal voetballers, we zijn allemaal ego. Ik moet spelen en ik hoor te spelen. Maar het kan ook zijn dat misschien iemand beter is dan ja. jou. Of misschien andere kwaliteit heeft dan jou. En de trainer ziet misschien iets meer in die speler dan in jou. Ja. Dan kan je dus met je kont in de krib gooien, wat ik ook wel eens gedaan heb. Ja. ik dacht van, hé, ik moet spelen, oh, zo wat hij dan, maar... Op een gegeven moment leerde ik van... Uh, ja, je kan wel gaan lopen mokken op de trainer, of je <coughs> kan wel gaan lopen zeiken op alles en iedereen, maar ja. uiteindelijk... Moet ik toch in de spiegel kijken en kijken waar ik het meeste meest uit kan halen en... op het moment dat ik kan accepteren dat de dat trainer niet voor mij kan kiezen. Werd trainen makkelijker, werd het uh, motivatieprobleem werd, werd, werd viool ineens weg. Omdat je dan makkelijk over dingen heen kan zetten. Op, op welke leeftijd ben je hier achter gekomen? Ja, ik denk dat ik, uh, ik was toen... Uh, 28 denk ik, 29. Okay. Dus dat is nu 4, 5 jaar geleden. Oké. Okay. Okay. Um, het is best wel een, uh, een dieper volgens mij. Als, we, als je één iemand terug zou kunnen halen in je leven, wie zou het zijn? Uh, ik denk mijn oma van mijn vaders kant. Want die uh, wou heel graag kleinkinderen. Uh -huh. Waardoor. Uh, ja, die overleed voordat uh, überhaupt één kleinkind was geboren. En ik had gewoon heel graag uh, gewild dat mijn kinderen. Uh, zeg maar mijn oma ook zou leren kennen. omdat het zo'n hele mooie uh, vrouw was. Uh -huh. Dus ik had. Uh, haar ah, liefste uh, twee, drie jaartjes nog erbij willen hebben. Ja. Maar? Ze kijkt nu van bovenaf naar je kids. Ik kan super trots zijn. Ja, ik... je hebben de Nee? Nee? Nee, ja. Ik denk op het moment dat jij uh, de wereld verlaten hebt, dan... Uh, dan ben je er niet meer klaar. Ja. Dan is het tot ziens. Mm. Oké. Okay. Ja, nee, ja. Ieder zijn eigen, <laughs> ieder zijn eigen mening. erover. Nee, dat, ja, ja, dat is toch goed? Ja, dat is prima. Okay. Maar ik had het graag, uh, graag uh, gewild nog. Ja. Mooi. Oké. Okay. In welke periode ben je het meest gelukkig geweest als mens? Um, ik denk toen ik naar Feyenoord ging. Dat dat uiteindelijk de droom was vanaf klein zo'n of nog. Klein jongetje was altijd de droom om naar Feyenoord te gaan. En nu achteraf, over praten is natuurlijk veel makkelijker. Ja. Maar op dat moment had ik er misschien ietsjes meer bij stil moeten staan. van het feit dat mijn droom uit was gekomen. En ja, dat, uh, in de topsport wordt natuurlijk niet zo heel veel uh, uh, tijd uh, en uh, ruimte gevraagd voor eventuele uh, uh, mijlpalen die je haalt. Ja. Dus ik, uh, ik had uh, daar misschien nog wel ietsjes meer bij stil willen staan, omdat het toch ja, iets was wat ik als klein jongetje altijd van gedroomd had. Dus. Uh, maar achteraf, achteraf kijkend, zeg maar, was ik toen nog wel op mijn, op mijn gelukjes, denk ik. Ja. ja. De, de, een droomtransfer maken. Nou ja, kijk, om, wat ik zeg, ik kom uit Rotterdam, dus uh, dan groei je gewoon op met, met Feyenoord. En mijn vader die, die ging regelmatig naar het stadion en ik, uh, ik had gewoon seizoenkaarten van Feyenoord, dus ik, ik ja, voor mij was Feyenoord het, het ultieme, zeg maar. En op het moment dat dan uh, ja, die droom uitkomt, dan ja, ben je daar super trots op. Ja. wat ik zeg, je geniet er gewoon minder van, omdat ja, je moet gelijk presteren, je bent gelijk uh, tunnelvisie, gelijk, uh, ja, je moet er gelijk staan. en Nu heb ik zoiets van ja, had ik er maar gewoon meer van genoten met je familie en met je vrienden, gewoon van het feit dat, dat je droom is uitgekomen. En ja. Hoe moeilijk is dat ook hè? om op om, ja, zo'n jonge leeftijd in het moment te zijn, bewust nou, te zijn, ja, zijn ja. van het moment en wat het ja, eigenlijk kijk, betekent. Jij gaat bijvoorbeeld naar Bayern München, ja. niet dat je dat als klein jongen altijd gedroomd hebt, maar... Dat is ook een mijlpaal waarvan ja. je misschien heel veel jonge jongens of kinderen, die hebben die droom ook, ja. maar die gaan niet halen. Ja. Maar je gaat daarheen en het enige wat je doet is, oké okay, morgen gaan we beginnen, ja. ik wil zo scherp mogelijk beginnen, ik wil zo, zo fit mogelijk beginnen. Terwijl je eigenlijk achteraf moet denken van, man dat is een mijlpaal man, ga ik met mijn gezin, weet ik veel, genieten van, ja. uh, ga wat eten of vieren tenminste weet je. Ja, en nu is het gelijk ja, ja, van, ja. nee bam, we gaan gelijk door naar de orde van de dag, waar we moeten presteren. Prestatiegericht. Prestatiegericht, ja. terwijl je die hele, zeg maar, die hele reis daar naartoe, ja. levert je ook uiteindelijk wat op. Ik wil nog eventjes teruggaan naar een vraag die je eerder uh, uh, beantwoord hebt: um, over het stukje ego. Ja. Hè? Wat je zegt van uh, wat is het beste advies die je aan iemand gegeven mm. hebt? En, um, omgaan met ego. Uh, wow. hè, als ik naar je kijk, je bent iemand die binnenkomt hè, en, en, en zich ook, hè, ja, je hebt een goede ja, ja. uitstraling, een uitstraling waar men niet omheen kan. Ja. Um, hoe zit het met je ego? Nou, die is nu wel een stuk minder als pakken bij tien jaar geleden. Ja. Want, want wat ik zeg, op het moment dat jij dus van de Juppé League naar de Eredivisie komt, denk je alleen maar, althans, ik praat voor mezelf, ja. je denkt alleen maar, ik moet laten zien dat ik in de Eredivisie hoor. Ja. Dus dan ben je alleen maar gefocust op. Jezelf, ik. Ja. Op het moment dat je dus laat zien, nee, ik, ik kan ook het niveau van de Eredivisie aan. krijg je ego. Boost. Mm. Oh ja, ik kan het ook op Eredivisie naar voren, oké, okay. nu wil ik spelen worden. Oké, okay, word wil je basis spelen, speel je vijftig keer de basis, krijg je ego, baas weer een boost. Dus je ego is constant maar aan het groeien. En op het moment dat je dus een klap krijgt van niet spelen of uh, weggestuurd worden of uh, wat dan ook. Daar heb ik wel eens moeite mee gehad, omdat, ja. En hoe, hoe is dat veranderd dan nu? Nou oké, okay, je wordt ouder. Tuurlijk word je maar ouder. hoe zou je ja. dat anders willen? Nou, je bent onderdeel van een team uiteindelijk. Ja. En op het moment dat het goed gaat met het team, ja. gaat het 9 van de 10 keer ook goed met, met ja. ons als ja, man. Maar zo denk je dus niet. Je denkt alleen maar oké, okay, het gaat goed met mij. En ik toen, zeker de eerste periode, wij speelden volgens mij een keer Vitesse uit. We verloren 7-1 of zo denk ik, ja, 1 Toen ja, ja. scoorde ik de, de enige van ADO. Toen zat ik in de bus. Nou, ik heb toch een doelpuntje gemaakt. Ja. Terwijl we gewoon 7-1 hadden verloren ja. van Vitesse. Ja. Terwijl nu zou ik denken van, ja, ik heb mijn doel opgegaan, maar het interesseert me niet. Ik heb gewoon 7-1 verloren. Ik ben gewoon vernederd door mijn tegenstanders. Ja. Ja. Terwijl toen dacht ik nou ja, ik heb tenminste weer laten zien dat ik een goaltje kon uh, maken vandaag. Ja. Dus die stap is natuurlijk wel gegroeid naarmate je ouder wordt. Dat je merkt van oké, okay, ik zit nu in het team. Ik ben nu onderdeel van het team. En ik wil zo goed mogelijk mijn taak uitvoeren zodat het team daar profijt van heeft. Ja. En dat heb ik ook moeten leren, omdat ja, dat kon ik ook gewoon niet. Het lijkt alsof er nu nog meer ego is dan, dan, dan voorheen. Nou ja, ja, jullie zijn nu gestopt, ik maar... Ik, je, ja, ik, ja. Ik, ja. ik weet niet of er meer Vind ego ik, hè? is, hè? Vind ik. Ik bedoel, ja. vroeger als jonge jongen, toen, toen wij net uh, doorbraken, had je ook nog echt veel meer hiërarchie. Dus dan, je had ja. geen ruimte voor ego's als, als jonge jongen, want je werd meteen op je plek gezet. Nieuw op dit moment, ik weet niet hoe het is bij RKC, maar als jonge jongen heb je nee, dat, ja. heel veel te zeggen ook gewoon hè. Ja, natuurlijk generatie ja. dingetje natuurlijk. Kijk, toen ik bij de slechtste kwam, was, was het elftal uh, Rob Pendes, Patrick Zwaanswijk, Mathilde Gaa, Kurt Elschot, uh, Tommy van der Leegde, Edwin van der Graaf, uh, wie hebben we nog meer, uh, <laughs> Kolka, Amoa, Leuling. Waren bijna allemaal Kijk eens, tuss. dat bedoel ik. En als jij dan als jonge jongen binnenkwam en zei van, uh, is speel die bal goed man. Ja, dan, dan voelde je gewoon vier weken ja. niet. Dan wist je gewoon, oké, okay, ja, nu krijg je een zaag. Maar ja. doe dat nu maar. Maar als we het over dus ego's hebben, ja. die jonge jongens, social media, weet ik veel, hoeveel volgers ze krijgen, hoeveel likes ze krijgen. Ja. Dus maar is je boost, ook, ja. die ego krijgt een boost van telefoon, dingetje hier. Ja. Dus hoe ga je zeg maar de jeugd daarin een bepaalde richting op krijgen, zodat ze zien dat het niet draait om hun. Ja, dat vind ik best wel een uh, dingetje nu hoor. Want is, ik, ja. hoe, is jou, hoe is jouw rol daarin als, als aanvoerder bij. Nee, je, je merkt zeg maar, wat ik zeg, de jonge jongens die heel erg mondig zijn. Dus op het moment dat, dat er wordt wat gezegd van. Hey, je probeerde dit en dat. Ja, maar er is dus altijd een ja, maar. Ja, ja, ja. Dus oké, okay, hoe ga je met de ja maar om? Ja. Dus als ik een grote mond zou geven tegen de jongen, wat zou die jongen dan denken? Ja, dan is het gelijk weer een de dan Komt die ja, maar... oude speler weer met zijn en uh, terwijl. Ik denk dan nu, oké, okay, ik ga misschien na de training met hem zitten. of ik zit gewoon met hem aan de lunchtafel, we zitten te eten. Ik zeg, hé, hey, uh, hoe is het man? En dan ga ik met hem praten. En dan merk je dat jonge jongens ook wel opener worden, zeg maar daarin. Ja. Dat ze zoiets hebben van, uh, ja, ik ben net nieuw bij de club en ik woon alleen. En, uh, dus dan kom je erachter, oké. Okay, er speelt, speelt meer. meer. Er yes. speelt meer dan alleen ja, ja. maar. Ja. En zo kom je er een beetje achter dat, ja, dat die jeugd ook gewoon begeleiding nodig heeft, alleen dat ze wat. Uh, terughouden zijn met zichzelf openstellen richting medespelers. Omdat, ja. Wat ik zeg. Goeie ik zeg, captain, al, man. Ik, nee, maar ik zeg het. Ik hoor het nu ook gewoon ja. weer. En het is iets wat we elke keer zeggen. Ik... Kwetsbaarheid is gewoon de weg naar verbinding. Kwetsbaarheid Tuurlijk. is geen zwakte. Het is een kracht. Snap je? En jij stelt je kwetsbaar op. Ja. En dat opent de deur voor hem. Om ook te zeggen van, hé. Hey, ik heb ook issues. We hebben allemaal issues, toch? Juist. Ja. We gaan allemaal door bepaalde dingen. Of het nou goed is of slecht is. Als we dat met elkaar durven uh, overleggen met elkaar dan kom je zoveel meer verder weet je dan ja. kan je dan kan je als groep zijn ook veel meer naar elkaar te groeien dan kan je ook elkaar helpen kan je elkaar motiveren dan kan je elkaar corrigeren ook ja. en dan, uh, op het moment dat dat het geval is dan groei je waarschijnlijk als club en als team groei je dan ja, ja. ja. Nou ja, dat is altijd lastig. Mooi gezegd, uh, Michiel. Ja hey, maar. Hey. Ja, ja man. Hey. Wordt <laughs> ouder hè? <laughs> ja, hij zegt dat. Hij zegt het opeens goeie <laughs> dingen man. Wat is dit nou allemaal? Opeens kijk, gaat ie weer zelf? Oké, alweer ik beetje. Rowen ook. Even die backstory. Mm. Rowen, onze cameraman, die heeft uh, samengespeeld met, uh, met Michiel bij Volendam. Ja. Uh, <laughs> en die zit hier vandaag uh, bij ons. Die zit hier dus bij <laughs> ons. Dus die gaan we zo meteen ook vragen om even iets, iets leuks te vertellen over, uh, over Michiel. Over, ja. Maar goed, we gaan terug naar het begin. Uh, Michiel, die begon zijn jeugd bij CERC 6 DZB. Nee, DZB. Zevenkamp was het eerst. Oké. Okay. Maar uh, doe dat lekker zelf. Wat vraag je dan aan mij? Kom even zelf met die intro, Maar Wat is dan? toch jullie uh, <laughs> podcast of dit? Ja, ik weet het niet wel. Oké, deze B7 kwam. De, ja. En toen, uh, uh, ik denk dat ik daar uh, vijf jaar gezeten heb. En in het zesde jaar werd de fusie met Sexus. Ja. En toen werd het Sexus DCB. Oké. Okay. Dus je was heel goed bezig. En op een gegeven moment kwam uh, Hardy van Mega met zijn cameraploeg bij jou thuis. Ja. Toch? Ja. Hoe oud was je toen? Twaalf. Nee, 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 nee. Toen was ik jonger, denk ik. Ik was uh, negen of tien. Denk ik. Oh, negen. En uh, toen zei hij van, uh, je kan, op trouw bij... Uh... Ja, we speelden toen uh, uh, met CXS tegen Feyenoord, Ajax, Space zeg maar al die uh, jeugdelftallen. Yeah. En wij wonnen eigenlijk al die wedstrijden. Ik had tegen Feyenoord dat weekend daarvoor gespeeld, toen dus had ik twee keer gescoord. En toen kwam hij op maandag volgens mij bij mij thuis met de cameraploeg. En uh, ja, ik was, ik was een jonge jongen, dus ik, ja, ik schrok een beetje, weet je. Er staat ineens ja. camera op je, snuffert je, oh okay, wat Onverwacht, gebeurt er? Onverwacht, niet uh, ik wist het Nee, mijn ouders wisten het wel, maar ik wist okay. het niet, dus mijn ouders wisten het wel. Ja. Ja. En uh, nou ja, weet je, volgens mij kwam hij binnen en toen vroeg hij, hé uh, hey, Michiel, uh, alles goed? Uh, ik zei, ja, ja. hij zegt, uh, mag ik je kamer even zien? Ik zeg, ja, tuurlijk man. Uh, jongen, jongen, ja, weet ik veel, dat moet ik zeggen dan? Uh, ja, ja. Dus we gingen samen naar, de, naar boven, naar de kamer. Nou, alles Feyenoord, rood, witte muur en uh, foto's van uh, het elftal. Dus wij zitten een beetje daar te praten. En uh, hij zegt, hé uh, hey, Michiel, hoe zou je het vinden om uh, bij Feyenoord te... Uh, hebt te komen trainen vandaag? Toen zei ik: uh, Nee, hoeft niet. <laughs> Iets wat je droom is. Mijn droom, maar kijk, je ben je een kind, weet je? Je bent 9 jaar oud. Ja. Dus ik dacht: Ja, nee, maar dan moet ik dus weg bij mijn vriendjes, bij mijn dingetjes. Ja, dus, uh, precies. Nee, nee, hoeft niet. Hoeft niet ja, ja. En toen stopte de camera. <laughs> en toen brak ik in huilen uit, serieus. Oh, en toen man. Uh, zei man, uh, Je wordt toch fijn, speak? ik? Zei, nee, maar ik wil niet weg bij mijn vriendjes. En uh, Ik ja. wil gewoon uh, blijven waar ik ben. Ja. De dus zenuwen. Ja, ja, zeg maar. toen heb ik ook geen training gehad. En toen, uh, toen ben ik gewoon gebleven waar ik zat, man. Toen heb ik gewoon serieus nog twee jaar gewoon. Uh, drie jaar zelfs nog gewoon mijn seksjes gespeeld. Maar luister. Voordat je verder ja. gaat. In principe is dat iets heel sterks van jou. Dat jij op dat moment kan zeggen: nee, ik vind, ik vind het belangrijker om gewoon te genieten van mijn, van mijn jeugd van mijn zelf kap 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 zo pak dat gebeurt joh hey ik <laughs> weet niet wat je met mijn brood doet. want <laughs> 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 heb ik, ik iets verkeerd gezegd ge ge <laughs> <zingen, laughs> <laughs> heb ik iets verkeerd gezegd hè wat nee zeg ik 9 nee nee niet dat dan nee oké is oké van mijn jeugd ja en en ik sta gewoon sterk eigenlijk. En ik zeg: Nee, man, ik wil niet. Ja, maar je ziet, ik negen jaar, Johnny. Het is niet zo dat je, dat je denkt van: ja, Ik blijf sterk in mijn schoenen staan, ik, ik ga niet. Het was meer van: Je was geschrokken. Geschrokken ja, van: precies. Oh shit, ik, ik kan ineens naar fijne toe. Ja. Maar ja, eh, omdat ik natuurlijk zo reageerde bij hen, dacht ja. Ja, van Oké, okay, ja, misschien moet ik toch gewoon maar even die camera uitdoen. En toen deze die camera uit. En ja. Gewoon. We hebben ja. gewoon gesproken beneden en zaten we gewoon op <coughs> de bank. En toen zei mijn ouders: Ja, luister als je die wil. Nee, ja, toen doen we het gewoon niet, ja, precies. zo simpel was het. Toen was het ook gewoon klaar en uh, zo was het een beetje geëindigd. Dus op welke leeftijd toeging je naar Excelsior? Nee, toen heb ik uh, uh, nog een uh, stagedag bij Sparta gehad. Ja. Toen mocht ik ook nog mee trainen bij Sparta, mm -hmm. maar toen uh, uiteindelijk niet, uh, niet aangenomen. En toen heb ik een, uh, een training meegedaan bij Excelsior, mocht ik twee trainingen meedoen. Ja. Ja. Uh, die vonden mij toen uh, goed genoeg om uh, te komen. Toen was ik al twee jaar ouder. Dus toen was ik, uh, denk ik, 11 of 12. Yeah. En toen ben ik daar in de, in de C's aangesloten. Mm -hmm. En zo begon een beetje mijn, uh, mijn uh, jeugd bij de BVO's. Yeah. Dus dat was bij Excelsior toen in C2, dacht ik, eerste jaar C. Dat is 12, denk ik. 12 jaar, als ik het goed heb. Zoiets, so Elf, 11, 12 was ik toen. Oké. Okay. En je, je bent toen weggestuurd uh, bij Excelsior, bij Excelsior ja. Ja. in de A-jeugd? Ja. Um, ik weet nog precies. In ja. eerste instantie, wat deed dat met je toen? Ja, je hele droom, wat ik zeg, je hele ja. droom was om onproefbaar te worden, valt natuurlijk helemaal in duigen. Ja. Want je denkt, eh, en nu? Ja. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ik, ik moet weg, ik word weggestuurd, ze vinden me niet goed genoeg. Mm -hmm. En uh, ik weet nog goed dat ik uh, bij die trainer op kantoor moest komen. En hij zei: uh, Michiel, uh, ik denk niet dat je beter wordt. Wow. Vond ik, ik was eerstejaars A, normaal gesproken eerstejaars A, gewoon een jaar lang kan je kijken of het goed gaat en dan tweede jaar krijg je de kans om uh, te laten zien, en ik was eerstejaars A. Ja. Dus ik ging er vanuit dat ik er nog een jaar naar A 1 zou blijven en dan gewoon uh, zou spelen. Hij zegt, ik denk niet meer dat je beter wordt. Ja. oké. Okay. Ik zeg maar, uh, wat gebeurt er nu? Ja, ja, je moet iets anders gaan zoeken. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk als je op het moment dat je het te horen krijgt van hé, hey, uh, je bent niet goed genoeg of we vinden andere jongens beter. Mm -hmm. Daar nee, heb ik best wel moeite mee gehad, omdat ja, wat ik zeg, je hele droom die valt dan weg. En uh, ik weet nog dat, uh, dat ik aan diezelfde trainer vroeg de volgende dag, want ik, ja, ik wou gewoon niet meer trainen. Ik was gewoon verdrietig en ik ging naar huis met mijn vader. Mm -hmm. En de volgende dag kwam ik terug en toen uh, zei hij, als ik ooit iets voor je kan doen, dan moet je het zeggen. En dan uh, wil ik je helpen. En ik dacht alleen maar, vind je, stuurt me weg. Hoe bedoel je, want wil je, je me helpen? nu ineens helpen dan? Mm -hmm. ja. Toen zei hij van, ja, ik kan eventueel een stage. Uh, Training regelen bij NAC, maar die speelde een niveau lager dan als toen de, de Excelsior Jeugd, dus die speelde niet de Eredivisie maar de Eerste Divisie. En uh, toen heb ik maar gezegd, ja, probeer maar uh, te regelen. En toen kon ik op donderdag, gelijk die donderdag, kon ik al bij NAC uh, een training doen. En uh, Peter Remy was trainer, hij was een oud speler ook van NAC. Mm -hmm. En ik deed één training mee en dat ging heel goed en hij zei, uh, ik wil je er volgend jaar bij hebben. Dus ja, dat viel uh, allemaal, binnen ja. een week ging het allemaal. zo. <laughs> Ja. Van weggestuurd worden naar, de, ineens naar een nieuwe club en uh, andere stad. Dat uh, was allemaal, ja. allemaal nieuw. Ja. Dus dat, uh, dat had ik wel eventjes nodig om dat weer een soort van een plekje te geven. Omdat, ja, het is en, wel leuk om weggestuurd te worden. Zeg maar, hè, het eerste jaar ga je dan, uh, ervaar je dan. Um, als, we, als je terugkijkt nu, lag het aan jou of lag het aan iemand anders? Nou, ik heb, dat, ik heb, dat weet Johnny ook wel. Ik heb altijd wel een beetje moeite gehad om hard te trainen, zeg maar. Omdat, Zeg maar, het maximale uit iedere dag te halen, dat kon ik gewoon niet op een oh. of andere manier. En samen? Ja, maar... De, 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 ja, samen. Ik ook. Ja, maar goed. Kijk, jij had dan nog de Nederlandse uh, uh, elftal uh, dingetjes. Die had ik gewoon niet, hè. Ja. Dus die die, die vielen bij mij al weg, maar... Ik heb altijd een beetje erover nagedacht hoe dat nou eigenlijk kwam, weet je. Oké. Okay. Uh, ja, alles komt en valt en staat een beetje met je roots, toch? Hoe ben je opgegroeid uh, en je ouders en... Uh, ja. uh, mijn vader bijvoorbeeld ging altijd mee. Iedere ja. training, uh, vanaf kleins af aan tot en met, uh, ja, tot en met zeg maar betaalde voetbal, ja. dan, zeg maar die, die uh, rij. Maar dan, als ik dan net even wat minder was op mijn training, dan keek ik altijd zo naar de zijkant. Er stonden een paar altijd zo van, hé, hey, gast erop, hè. Mm -hmm. Dat vind je de eerste keer te denken, oké, okay, ja, ik moet eventjes... Uh, maar als die dat iedere keer deed, zeg maar, ja. dan was ik iemand die zei, komt hij weer met ze met ja. dit een harde trainen, ik, het en harder trainen dikke tegenovergesteld dan ging ik nog minder doen ja. en dat is eigenlijk een beetje mijn hele carrière een beetje me blijven achtervolgen ja. niet dat ik mijn vader de schuld geven van van dit maar het komt natuurlijk ergens vandaan ja, en, ja. Uh, het feit dat uh, <coughs> ik denk dat, dat dat gewoon onderdeel is daarvan uiteindelijk en, uh, ik zeg je eerlijk Michiel ik ik mag je ja. ik mag ik ik ik, ik vind het heel Tof van je dat je dit gewoon zegt en kwetsbaar opstelt zo. Ja, maar het, ik, wat ik zeg, kijk, ik, ik probeer een beetje uh, het empathische vermogen zeg maar bij andere mensen, dat heb ik, dat heb ik vaak. Dus als jij bijvoorbeeld uh, verdrietig bent, dan op een of andere manier voel ik dan met iemand mee. Ja. En uh, uh, als, ik, als ik zeg maar mijn, uh, mijn jeugd daarin zeg maar spiegel aan hoe ik nu ben. Ja. Ja, dan, dan valt alles een beetje op zijn plek, zodat je je ziet. Oké, okay, waarom gedraag ik me zo? Oh ja, misschien omdat mijn moeder bepaalde dingen ook zo deed, ja. of dat je vader. Dus ja. alles valt en staat een beetje met hoe je opgroeit, hoe ja. ja. je wordt uh, behandeld. En ik heb echt een hele fijne jeugd gehad. Hè? Begif, vergis me niet. Ik wil nee. niet nu ineens nee, van nee. lijken van, mijn pa is Nee, hele, nee. nee, nee. niet. maar gewoon meer van. Uh, je wordt als persoon gewoon uh, zeg maar gegaaid door je ouders uiteindelijk. Ja. Ja. Mm. je wordt gevormd door je ouders. Dus. Uh, het grootste gedeelte van je karakter komt vanuit de of de opvoeding van je ouders. Ja. klopt. En ja. daar ben ik nu wel achter zeg maar dat het grootste gedeelte van de karakters die wij hebben als mensen komt voort uit de opvoeding. Ik zal je eerlijk zeggen, uh, als eerste bedankt dat je dit deelt, want <laughs> ik, heb, ik heb dat ook. Ik heb dat ook zeg maar uh, uh, zo ervaren. En uh, nogmaals, het heeft niks te maken met oh mijn ouders hebben het slecht gedaan, want ze hebben het fantastisch hmm. gedaan. Binnen hun mogelijkheden, ja. weet je. Dus en dan ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Ja. Maar wel een, een, een kenmerk van mijn moeder bijvoorbeeld. Um, mijn moeder is mensenschil, zeg maar. Mm -hmm. En die... In haar huis voelt ze zich veilig. Ja. Buiten haar huis is dat een beetje van... Hoe, Gewoon uh, voorzichtig. Voorzichtig ja. en... Um, ik heb dat ook... Zeg maar overgenomen van haar. Mm -hmm. Maar alleen... In mijn situatie, omdat ik verplicht was, vanwege mijn carrière, mm -hmm. dus elke keer te verhuizen naar nieuwe omgevings, moest ik mezelf gewoon... Een beetje kwetsbaar opzetten. Uh, ja, kwetsbaar. Um, I had to put myself out there. Nee. Om het zo te zeggen, Engels mm -hmm. weer, maar... Um, kan je het vertalen? Ja, kijk, weet je, hij woont nee, in nee, Amerika... Nee, 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 hij vraagt kan je het vertalen? Ja, ja, ja. ja. ja? <laughs> Sorry man. I had to put myself out there. Oh, dat is Wat de vertaling dan. Ja, precies. Ja. <laughs> okay, yes. Kijk ja. Maar oh. ga, verder, ga verder. Lengte, lengte, lengte. Nee, maar, uh. ja, maar ja, ik snap dat ook wel. En, uh, dat, het, het komt dus voort uit het feit dat je, dat je gewoon opgroeit in een bepaalde omgeving. En uh, ik denk altijd, kijk, je ouders die, weten het ook, die wisten het ook niet. En hoe, groot, hoe, hoe belangrijk is dat nu voor de jeugd en de ouders en de jonge ouders nu? Mm. Die talentvolle. Kinderen hebben, uh, jongens hebben die voetballen ja. en die ook langs de zijlijn staan. Ja. Hey, 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 kom op ja. bij, of even hey, ja. schreeuwen. En nu horen ze het van jou ook, ja. wat voor impact dat heeft gehad. Natuurlijk ja. dat, uh, dat maakt het natuurlijk wel, uh, dat is misschien mijn... Kijk, met alle respect, hè, want ik, ik, ik Wout Weghorst, Bas Dost, uh, Luc de Jong. Ik heb altijd gevonden dat ik minder was dan hun. Minder? Dat ik niet minder was. Oh nee, en, zeker okay, niet. Maar ik bedoel meer van: kijk wat hun uit hun carrière halen. Ja. En kijk wat ik uit mijn carrière haal. <tie> niet dat ik een slechte carrière heb, want ik heb Feyenoord bereikt, dat was mijn droom. Ja. Mm -hmm. Maar ik had misschien nog wel een stopje kunnen maken. Of ik had nog wel. Ja. Weet je, en dat, dat zal mij altijd blijven achtervolgen. Het feit ja. dat ik gewoon dit dus nooit heb echt gekund. Weet je, dat ja. maximaal geven, iedere dag weer. Ik kon het gewoon niet. Is dat nu ook uh, zo? Nu ook nog steeds? Of nou, nu dan ben je, je natuurlijk wat, mee. wat meer ervaren, dus je weet zeg maar ook verbaal daarin wat meer uh, aanwezig te zijn, waardoor ja. je al wat meer uh, 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 dingen anders kan neerzetten dan als jij uh, 21 bent, 22 ja. bent. Maar ja, ik had het graag uh, eerder geweten en had ik, had ik er misschien wat aan kunnen doen, maar goed, dat ja, is altijd achteraf praten natuurlijk, alleen, uh, ja. Maar het is goed dat je dit nu deelt, want hoe belangrijk is dit nu voor de generaties die na jou komen? Ja, nou ja, je hoopt natuurlijk uiteindelijk generaties na jou uh, te kunnen inspireren. Ja, ja, ja dan dan precies. Wel, ja. En laten we het eventjes uh, brengen naar je kinderen. Ja. Oef. Ja, dat is mooi, hè? omdat ik heb het niet over mijn vader, maar ik merk dus aan mezelf ja. dat ik af en toe ook wel eens: hey, fucking hell, ga je nog een keer wat doen? niet? <laughs> Die kleine voetbal. Jordan, dan, de, de Jordan voetbal. Ja, ook. Dex ook. Dex voetbal ook. Maar ja. ik, dat, je, dat je langs het veld staat, <laughs> dat je denkt: Vind ik het even serieus, ga je nog wat doen? Of, ja, of sta ik hier in de regen, in de wind? gewoon... Uh, ja. Dus toen ik ik, dus dacht ik: hey, shit, ik ben naar mijn pa, man. Mijn ja. pa deed precies hetzelfde. En dan ja. uh, ben ik alweer een stukje rustiger. Maar ja, het is. Uh... Ik, ik vind ook niet dat het iets slechts is. Laten laat het dan nog een keer benadrukken dat er niet iets slechts is wat. Wat, wat mijn vader gedaan heeft. Alleen. Ja, het had me misschien meer kunnen opbrengen. Als, ja. ik, uh, ja. als ik het maximaal uit kon Ik wil nog een, even teruggaan uh, voordat we naar het stukje familie gaan. Dat, dat is heel belangrijk voor jou. Dus dat wil ik dat <coughs> nog een keer benadrukken. Maar uh, er zijn ook heel veel kids. Want wat jij hebt meegemaakt op je. wat is het? 16e toen je werd weggestuurd bij Excelsior. Er zijn heel veel kids die, uh, die het niet redden. Nee. Uh -huh. uh, dus. Wat is jouw advies voor die kids die zeg maar, bijvoorbeeld op die leeftijd worden weggestuurd bij een BVO? Want er zijn ook heel veel kids die struggelen daarmee van mm. oké, okay, wat moeten ze nu met hun leven doen? Hoe, ja. hoe, ging daar, hoe ging jij daar op dat moment mee om? Je had natuurlijk geluk, twee dagen later. Geluk heb je ook nodig. Dat, had, dat is wel, waar, ja. dat is waar. Maar ik denk vooral dat, het, dat, het, uh, dat als jou, jouw droom om popvoetballer te worden uh, zo groot is, dat je er alles aan moet doen om, om, dat, om die droom werkelijkheid te laten maken. En mm -hmm. Als je dan weggestuurd wordt, krijg je natuurlijk een dreun. Want je krijgt, ja, hoe je het in of verkeerd, als je weggestuurd wordt, is het nooit leuk. Maar als jouw droom en jou, jouw motivatie groter is dan, dan, dan de dreun die je gekregen hebt, dan zou je er dus alles aan blijven doen om ja. maar uh, profielpaden te worden. En, uh, ik zie het echt zo naar mezelf toe: van ik heb altijd een verschil kunnen maken door goals te maken. Dus als het misschien voetballend wat minder was, dan was ik wel degene die dan in 91, eerste winnende goal maakte waarin iedereen handjes op elkaar. En daarin kon ik me altijd onderscheiden. Dus op het moment dat ik dat wist van mezelf, van, hé, hey, je beheerst wel iets wat niet heel veel jongens hebben, mm -hmm. kan je het verschil maken. En uh, daarin heb ik altijd geloofd in het feit dat ik dat kon. Uh, ja. Dus het geloof in jezelf maakt natuurlijk ja. het verschil in of je het wel of niet gaat halen. Want, want uh, het. het, het, het... Aparte is is dat je toch wel een je hebt een kwaliteit om uh, bij de belangrijkste goals om daar aanwezig te zijn, om die, die op te scoren. Hè? Ja, nou ja, dat, dat ik, ik net heb heel veel games met je gespeeld waarin je laatste. Ja, manier... Kijk, jullie zijn bijvoorbeeld verdedigers, geweest, ja. toch? En ik weet 100% zeker dat als verdedigers bijvoorbeeld een bal inspeelden naar de spits en die hielden nu vast, <coughs> dat er een seconde was dat jullie dachten: hey, deze gast, gaat nog een keer een bal vast. Ja, 100%. 100%. 100%. Ja. En dan in de 89e minuut, 90e minuut. Maak je die win, en denk jij, oh, is toch wel lekker dat die win staat? Zeker. Dus het is. Gezondheid, man. Ja, ja. Ook belangrijk. Als we winnen, het is. Dat is oké, man. Dus ja, ik denk dat het ook best wel lastig is om spits te zijn. Omdat. Op een of andere manier. willen heel veel jongens spitsen zijn. en heel veel voetballers willen graag spits zijn, omdat spitsen natuurlijk. Ja, een bepaalde etiket krijgen van oh, dat zijn de jongens die het belangrijkste zijn ja. en bla. Ja. Dus het is altijd een soort van een beetje uh, niet jaloezie wil ik noemen, maar gewoon meer het feit van oh ja, had ik maar spits geweest of had ik maar. Uh, en ik denk zeker dat, dat in de voetballerij als spits zijn het verschil kan maken. Mm -hmm. Maar je kan het verschil pas maken op het moment dat tien de andere jongens uh, ja. uh, ja. jou accepteren als Spits zijn. Okay. Mooi man, mooi mooi mooi. Um, we gaan nu naar het stukje familie. Uh, maar voordat we, hè, ja, een stukje familie. Je hebt uh, hè, je vrouw, drie kids, ja. tatoeages van familie. Ja. Uh, kan jij als prof familie op één zetten en voetbal op twee? Uh, ja, uh, maar om familie op één te zetten heb ik voetbal wel nodig. ja zo goed hè ja 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 ja, ja. ja maar nou, hoe is het ja hoe ja. Is ja. Bent verkeerd hoor. ja kijk ik, ik, ik. dus wat komt op één dan familie familie ja familie komt bij mij honderd op één ja en uh, maar uh, om voor mijn familie te zorgen heb ik wel voetbal nodig Want ja. voetbal is mijn passie dus mijn mijn uh, mijn drijfveer ja en uh, door het voetballen kan ik dus voor mijn familie zorgen ja. Op het moment dat ik voor mijn familie kan zorgen, kan ik ze hopelijk ook gelukkig maken of blij maken of hoe je het bent of keert. Maar daar heb ik wel voetbal bij nodig. En, mm -hmm. uh, daarom moet je eigenlijk altijd het maximale eruit proberen te halen. Ja. Ook omdat je daarin misschien je familie daarin uh, wat profijt kan ja. geven. Oké, okay. voetbal heel belangrijk. Ja. Je, bent, uh, yeah, je loopt tegen het einde aan van je carrière. Je wilt nog zo lang mogelijk uitstellen. Dat je, <laughs> ja. uh, yeah. Wat gebeurt er dan? Ja, weet ik niet. Uh, ik moet zeggen, wat jullie doen vind ik best wel interessant. Omdat, wat ik zeg, de, de, het mentale gedeelte van, van topsport, of het nou voetbal is of, of uh, willekeurige sport, is misschien nog wat belangrijker dan het talent wat je hebt. En, uh, op het moment dat je mentaal zo sterk bent dat, dat je door nie, niks of niemand laat beïnvloeden of wat dan ook, zou je daar waarschijnlijk veel meer uit kunnen halen dan. Uh, dan als je het uh, oh, yeah, zeg maar zelf probeert te doen. Mm -hmm. en ik moet zeggen, via de VVCS heb ik een, een, een cursus gevolgd. Wat is het prestatiepsychologie? Ja? Uh, ja man, Deel. He? Weer verrast, hè? Ga je gedaan, man. Dus, maar in principe kom je dan erachter dat ja. Ja, alles komt ergens vandaan. Dus ja. uh, jouw gedrag, jouw kenmerken, jouw, jouw eigenschappen als mens ja. komen ergens vandaan. Ja. Op het moment dat je dat weet als topsporter, dan kan je dus veel meer uh, kan je motiveren, kan je beter worden, kan je eigenlijk alles. Omdat je weet waar het vandaan komt. En dan kan je ook de kenmerken die daarom vragen, kan je misschien nog wel verbeteren daarin. Ja. Ja. En dus, ja, dat is wel iets wat ik interessant vind, omdat ja, wat we in de voetbalwereld hebben is natuurlijk alles is dicht. Niemand wil uh, kwetsbaar zijn, niemand wil zich openstellen. Terwijl ja. dat nu... Langzaam een beetje meer wordt. Maar uh, dat kan nog vele malen, vele malen groter en beter. Hoor ik dat je een beetje aan het solliciteren bent nu bij ons? Bij jullie? Ja. Hé, oh. huh? <laughs> hey, voor jou is er altijd nee, een spot. Ja. <laughs> Ik wil het liefst nog zo lang mogen voetballen. Maar ik moet Gelijk zeggen, dat de. is wel iets wat ik, uh, wat ik heel erg interessant vind. Ja, oké. Okay. Nice. Oké, okay. stelling van de dag. Relativeren is de belangrijkste eigenschap om de top te halen. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat op het moment dat je uh, kan relativeren dat misschien voetbal niet het belangrijkste is, mm -hmm. dat je dan uh, op een of andere manier toch het maximale eruit kan halen omdat uh, het is en blijft voetbal. Uh -huh. Uh -huh. Het is geen uh, hoge wiskunde. Het is geen, uh, uh, je moet geen mensen opereren. Je, het gaat niet om leven en dood. Het is, het is en blijft een spelletje. Uh -huh. Ja. Hij ja, moet even opstaan. Even ja, een ja, goede angle. Ik van die erbij zit ook, ook. Ja, dat mag ook. Ja, is dit het moment? Dat mag ook. Ja? <laughs> ja. Kom maar. <laughs> Vertel even iets leuks over, uh, over Michiel. Dan heb ja, ik hij, heeft ook... hij heeft geen mic trouwens, maar dan ik moet wel ik gaan ik kijken. <laughs> <een poesies ding. laughs> ik, oh, ik heb wel een leuk, 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 uh, leuke story over, over Michiel om aan te geven hoe hij, uh, hoe hij was als, als, als persoon. Maar wacht eens even, we, he we hebben Robin erbij gehad. Ja, Robin. daarom, dus daarom wil ik eerst Robins' story. Ja, toch? Oké. Okay. Let's go, Robin. Vertel even een leuk dingetje. <laughs> ik over heb myself. wel alleen maar positieve dingen. Precies, Je moet Michiel wel kennen <laughs> ja. als persoon zelf. Hoe hij zeg maar, ook in de media en zo is, iedereen komt ook wel eens naar mij toe. van Oh, Michiel, oh, zo'n moeilijk mannetje, dit dat. Maar je moet bij hem alles zien met een ondertoon. Mm. Klopt. Alles wat hij zegt is gewoon. Je moet met een korreltje mm, zout nemen. Soms wel, ja. <laughs> ja. ja. Dat klopt wel, ja. Ja, ja, ja. dat is wel zo. Ja, maar ja, daar, daarvoor moet je wel. Ja, of met hem gespeeld hebben, ja, jij kan het ja. ja. Maar ja. dan vraag ik altijd me af, of, wat, uh, welke dingen die ik zeg in de media die vinden mij dan een beetje... Uh, ja, maar het, is, het kan gewoon weer een cynische opmerking van jou zijn die dan ja, dat is heel verkeerd wordt opgepakt ja. door de media. Ja. Dat is dan voor hun heel ja, interessant. Precies. Maar ik heb wel... volgens mij ook wel eens in een interview gezegd dat ik voetballen uh, verschrikkelijk vond. Volgens mij was het met Andy in de auto, denk ik. Weet je dat? Ja, het, ja, je hebt nee, maar wel ik wel bedoel wel. meer van zeg maar de voetbalwereld ja, op zich. Ja, Terwijl als ik dat had gezegd in plaats van uh, voetbal ja, is verschrikkelijk, maar de voetbalwereld is verschrikkelijk, ja. dan had het al anders... Opgevat, uh, ja. Opgevangen worden natuurlijk. Ja. Ja. Maar 9 van de 10 spelers. Die zeggen dat. 9 van de 10 voetballers die zeggen dat. Ja. Het wereldje. Uh, dat ze dat gewoon niet, niet leuk vinden. Ja. Het spelletje vooral. Ja. En, eh, maar het wereldje is, is gewoon. Ja, maar... maar het wereldje is natuurlijk knijt hard. Ja. Ja. Zal ik even snel een fout vertellen over, ja. uh, over uh, Michiel? Uh, om aan te geven maar wanneer, wat voor? Uh, of een eerste periode of tweede periode? Ik denk dat dit de eerste periode is geweest. De tweede periode was sowieso al een stuk minder. Hè? Ja. <laughs> ja, precies. Dat was niet top. Maar uh... bedankt man. Ja ja. <laughs> Nee, dat ja, dat ik is oh my God, God is ja. niet. Ja. Wat is doe niet je slecht dit slecht weer doos. lekker subtiel, jongen Hij keek uh, me aan ja, van, ja, van ja, blijf ja, we blijven ja, zitten. Moet zitten? Nee nee, ik zat te denken welke club. Oh nee, Ado toch? Ado. Ja. Nee, maar het uh, was niet slecht bedoeld. Helemaal niet. Bedankt man. Laten we weer even een applausje. Nee, bedankt man. Bedankt Ja, ik nee, ik vind het leuk. Jullie maken het veel erger dan het is. Zo, jullie dan? Ik zeg je eerlijk, ik Ja. Hij doet wat met ja, je. Ja, hij is echt. Ik vind hem echt een topgozer. Ja. Maar we, 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 moet je nagaan wat voor leuke tijd wij hebben gehad. Ja. En, uh, en eigenlijk moet ik zeggen. Uh, toen de tijd bij Ado. Zit. Toen had je al. Ja, hij zit goed. Ja? Toen had je al zeg maar iets in je als, als aanvoerder. Het laat me denken aan. Um, jij hebt 100% die documentaire gezien. Um, uh, van het Olympisch team. Amerikaans basketbalteam. Team, dream, dream, ja. Met. Uh, Um, met de gold natuurlijk, LeBron, Lebron en um, Kobe en Kobe mm -hmm. die heb je ook gezien toch? Ja. Nou, wij spelen dus tegen Ajax mm -hmm. en uh, Silas <laughs> stond op doel ah. uh, bij Ado. Bij Ado. Ja. Right? ADO, yeah. ja. ja. En uh, ja, is natuurlijk. ADO Ajax is natuurlijk echt. Beetje, is, is, ja. is net Giftig. zoals Feyenoord, ja. uh, Feyenoord Ajax. Ja, als Rotterdam ook nog. Precies, inderdaad. Nog, uh, ja. en, en Michiel, die, die was echt gebrand. Van, hey, wij moeten deze wedstrijd echt minimaal gelijk spelen. Ja. En um, hij vond. Mag ik zijn naam noemen? Hij vond, Sinister, vond hij toen de tijd. heb je dat ook al hij... gedaan, toch? Ja, vond hij vond een <laughs> naam mannetje. Hij vond hem een naam mannetje. Dus ja, maar hij... waarom vond ik hem een naam mannetje? Dat weet ik niet meer. Wat ja, was je, dat mee? weet. je gaat er verhaal ja. hè, maar je weet niet eens Oké, okay, dan de... doe even de, de, de achterliggende Achter. Ze speelden die week ervoor <coughs> tegen Barcelona in de Champions League, denk ik. Dat was ja. de Champions League, zou best kunnen. En er ja. uh, was op een gegeven moment een bal, een steekbal, maar dat was buitenspel. Maar ze gingen gewoon door. En uh, Silverstein pakte die bal, maar dat was al lang gefloten. Ja. En hij ging juichen, jongen. En hij ging zo naar die speler van Barça. Van ja, ik heb die bal gehad. Dus ik zat te kijken. En denk, ten eerste is dus afgevloten. Zegt ten tweede: uh, je bent keeper, je moet een bal tegenhouden. Ja. En ten derde: doe even normaal, man. Doe even normaal. <laughs> ja. ja, toch? De, je denkt van ja. ja Oké, okay, ja. uh, misschien. Oh, kijk maar, nou eens de, de fanatieke keeper uithouden? En ik denk van ja, vind, kan ik al een beetje kan ik moeilijk tegen. Ja. Dus dat zat daarachter. Ja. Okay. Wij ik, wil zo, dit, ik wil hier wel weer nee, zo wat wacht, dus wacht, toe, goed, dus maak je op zeggen. Dus, maar hij <laughs> komt naar mij toe voor de wedstrijd. En hij zegt: Johnny, hij zegt, Luister dan, die zinnen, dat, dat is echt een naam, mannetje. Weet je wat we gaan doen? Eerst de rest de bal. Spoor jij een lange bal net over de verdediging. En die bal schiet door. En ik geef hem toch een beuk, zegt hij. Dus ik zeg: Nee, dat, dat ga je echt niet maken. Dat, hij zegt: Jawel, dat is goed voor de wedstrijd en zo. En uh, dit gaan we gewoon doen. Ik denk: Oké, okay, is goed. Ik denk in het begin, ik denk binnen vijf minuten, ik geef die bal eroverheen en hij loopt door, jongen. En Sillissen pakt die bal en hij heeft hem al lang vast. En ik nee, denk, jonge. en een minuut later komt Michiel voorbij. Bam! <laughs> zo op zijn kaak, jongen. Okay. Maar, maar, door dat gedeelte was die hele wedstrijd was meteen in vuur en vlam, publiek erachter. En dat zijn wel eigenschappen van een van een captain, van iemand van oké okay, is goed, we hebben meer nodig, want wij waren gewoon minder dan Ajax. Ja. Dus we hebben meer nodig, een publiek nodig, alles. Dus er moet iets gebeuren om, ja, om ons die boost te geven en daarom refereer ik naar dat stukje Dreamteam. Mm -hmm. En volgens mij, dat was die, dat was die uh, bal dat dus je in de laatste minuut... Ja, dan scoorden we, nog gelijk maken, scoorden dan we dan. die gelijkmaker. Ja. Echt, maar dan, dan, na zo'n wedstrijd kijken je elkaar aan en dan denk je van... Dat hebben we toch goed gedaan. Dat nou, hebben ja. we echt wel geflikt. En ja. dat moment, dat geeft zo'n zo boost. En iedereen zit zo te kijken van, meen je Heeft dit serieus gedaan? Hij loopt gewoon die keeper af en bam, maar geeft het zo zo'n elleboog. En Sillesse, hele drama en zo. Ja, dat, dat, dat dat is maar dat is allemaal uitstaan omdat Sillesse... Gewoon die alibi-keeper ja. uithalen. Nee, <laughs> nee, ja. ja, ja, ja. het luister, ik denk, ik denk dat, ik denk dat in het spelletje... Ja, in zouden het... wij uh, botsen, denk je, of niet? Wij? Ja? Absoluut. Ja? Ik maar dat is, wel, dat is gewoon meer van. Ik hou daar wel van. Ja. Ik hou daar wel van. Hoe meer ik in je ogen aan kan kijken en oh, nee. zie. Ik kan een bepaalde vuur in je ogen mm. zien. Hoe meer dat mij motiveert. Ja. En als je mij gaat lopen fokken en irriteren. Dan word je ja, alleen dat... maar groter. Uh, Snap ja. je? Dus, dus... Maar dat is gewoon het uh, competitiveness. Mm. Weet je? Dus, ja. dus... Um, de strijd aangaan en gewoon niet willen. Ik haat het om te verliezen. Oh. Ik heb ook wel eens die momenten gehad dat als ik kijk naar de televisie, naar een wedstrijd, ja. en ik zie sommige spelers van uh, uh, het publiek, hey, kom aan, hey. Deze? <laughs> ga je Snap je? Maar, maar, ga je... Soms ben je in het moment, man. Ik heb ik heb wel eens echt? Een, nee. een, dat ik een slijding maak en, en, en het publiek was van oh braaf! En ik denk, Ja, was het ja! Zit... Snap nee, je? Maar. Maar daar zit hij? Waar zit ja, 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 wel... hij? <laughs> maar, maar dan ja, ja. zit je gewoon in het moment. Ja, echt. Ja, ja. ja. dat, ik ben, dat ja, jij Ik ken dat nooit zo. Nee, nee? man. Ik, ja. ik kan dat gewoon op een of andere manier. Kan dat gewoon niet, man? En ik ben ook fanatiek en ik wil ook gewoon winnen. Ik ben ook gemeen en ik ben ook. Dan is het logo kussen en zo en die is: nee man, hier is het ding, hier is het ding, hier is het ding. Maar van is ook alibi geweest, toch? Ja. Maar dat heeft ja. toch niks met alibi te maken? Ja, wat? Nee, maar luister, luister. luister, 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 ja, luister. Ja, en okay, dat jij bent nou. een hè hij ja. komt op en hij haalt er een corner uit. Ja. Dan gaat hij naar het publiek, zo staan. Ja. Nee, dat, maar soms uh... heb je toch wat extra's nodig? Het publiek en zo. Je ze wat klappen extra. al van: Hé hey Johnny, lekker van corner. En dan moet jij ook nog. Oh, ja, kom op. <laughs> ja. Je hebt daar gedacht toch ja. Zo mooi nog extra. Want uh, <laughs> oh, dat zeg ik. Dat, oh, is, oh, dat, is, dat is het dat moment is, dat ja, je ja, ja. Ja, meegezogen wordt in het enthousiasme. En dat je soms dingen doet die. Misschien is dat dan wel jullie manier van juichen of zo. dan? Zeg maar als wij een doelpunt maken, als als al speler. Ja, nou best, maken, ja, ja. Maar dat is het gevoel best wel hetzelfde. Dus. Ja, best misschien is dat het hè. Ik heb ja. jullie gezegd, Michiel gaat onze podcast maken en, en hij maakt het nou waar. Goed, man. Nou goed, ik vind, nee, ik maar vind ik dat, doe, ja. het is, Het is een perspectief die jij ja, hebt. Tuurlijk, ja, natuurlijk, iedereen ja, Ieder perspectief is anders daarin. Ja. En ah, nee, daarom, ja. Ik, ja. Ik, ik ben wel eens meegezogen in het enthousiasme van het publiek, van hmm. de mensen. Ja. Weet je? En dat ik misschien ook achteraf terugkijk dat ik denk van, ah. <laughs> Maar in, in dat moment. Ja. Gewoon, uh, nee, ja, dat vind ik mooi. Op, ja, ik, ik, ik kan het niet, dus ik heb er respect voor, maar ik kan ja. niet het niet. Hoe heet die, wat is het, 2K ook weer. Heb ik ook me ook uh, dood zitten erger, jongen Wat was het nou ook weer? Ja, maar dan gaat het wel ergens om, hè Michiel? Uh, oh, trouwens, met Wout. Weggehorst. <laughs> ja, 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 Dat is precies waar ik het over ja, maar had. Ik, ik, ja, kijk, nu noem je iemand op en dat is nou net een, volgens mij een persoonlijkheid dus waar je jij het daarom van... eens en ik, niet, ik heb niet eens verhaal van Nee, ik weet gewoon wat voor persoonlijkheid jij niet tegen kan. Dus dat is nou net maar de persoonlijkheid van jou. Ik, ik, ik zag het zo, hij scoorde dit 2-2. Ja. En vanaf dat moment, dus vanaf het moment dat juichen tot en met in de spelerstunnel, ja. is in mijn optiek gemaakt. Dus van het juichen ja. naar het gillen naar de camera, bij je ouders zitten op de tribune, huilen daar in de tribune, in de catacombe, wachten op Messi. Bij de interview van Messi, nog eventjes wat zeggen tegen Messi? Ja. Als jij die, die wedstrijd verliest, ga jij mij even vertellen dat jij in de katekomen gaat wachten op Messi? En dan als hij een interview geeft... Ik zeg heeft... je eerlijk, ik zeg je eerlijk. Dat moment dat hij afstapt op van Gaal en noem maar op en dat eventjes doet, dat kwam bij mij verkeerd binnen. En dan zou ik ook gewoon reageren. Maar dat is gewoon in de hitte van de wedstrijd. Ik heb al verloren, kijk ben... je mag Messi zijn, maar relax. Mm. Snap je, relax, want daar kan ik dan niet tegen. Die, maar uh... of ik nou in de catacombe dan wat zou doen? Mm. Nee, dat, ik, denk, ik denk, dat ik de eer aan mezelf zou houden en voorbij zou ja. lopen. Maar nee, dat maar is dus wel... misschien is hij het wel echt, hè? Los, ik, denk ik dat, denk dat, dat hij wel echt is, man. Is. Ik geloof dat, dat hij het echt is. is. Ja? Ik heb tegen hem gespeeld, is ook wel grappig misschien. Um, AZ Utrecht. Utrecht, Utrecht AZ. Oh, playoff. dat moment. Ja, mooi moment. Uh, Players was echt. het en uh, eerste wedstrijd. <laughs> Krijgen we een pakje thuis bij, uh, uit bij hun mm. in Alkmaar. 3-0. Weet je. En dan, ja, dan komt hij binnen. Mannetje. Weet je. Hij, hij deed het goed. Mm. Dus. Uh, en hij heeft ook die uitstraling. Ja. Snap dus, je. Ja. Dus waar je heel snel aan kan gaan irriteren. Ja. Maar goed. Dat motiveert mij alleen. Ja. Dus. Um, fast forward. Uh, we spelen thuis. En vanaf minuut 1 maken we ze kapot. We scoren heel snel 1-0. En uh, nou, dat was die playoffs, hè? Dat Met was de playoffs, ja. ja, is ja. Er, ja. ja, ja. Um, we scoren heel snel 1-0 um, Rus, Katakombe. we lopen die trap omhoog bij Utrecht. Ja. En uh, Woutje, kijk, dat is ook weer zoiets. Uh, Woutje Brahma, ja. weet je, die zegt: kom aan hè, jongens, om eventjes ja. even nog een beetje, een beetje erin ja. te wrijven. Ja. Kom aan hè, jongens, we hebben ze. Ja. En hij: kom aan hè jongens, we hebben ze. <laughs> Oké, okay, ja. okay, je dus. Hij eigenlijk, eigenlijk aan, wat ik ook leuk vond. eerst wel een goed. beetje, toch? Op dat moment, ik loop naast hem, ik zeg: "Wauw, doe dat nou niet, ga dat. Ja. Hij zegt: "En jij moet je bek dicht houden, man." Nou, ja, dan dan ja, dat, krijg je zo Dat, dat Edson. triggerde Edson, mij ja. Ja. natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, in die catacomben, ik zeg: hé, hey, je moet niet zo gaan praten," dus ik grijp hem bij zijn keel. Nee. Zij het zo ook, zo rustig. <laughs> Ja. Ik ja. <laughs> hou van deze Nee, bent niet zo lustig, hè? Wel <laughs> nou goed, ik glijf hem bij keel. en uh, toen was er een beetje... Maar voor mijn gevoel, hè, dat ik eventjes iets moest doen. Laten weten van, hey, tot respect hier, naar nee, elkaar, nee, tot hier nee. niet verder. Um, nou, hij komt weer, uh, uh, tweede helft begint en... Hij heeft geen bal meer, hij heeft geen knikken meer geraakt. Nee. Snap je? En, en uh, ook volgens mij in de 60ste minuut, 70ste minuut gewisseld. En toen zat hij naast die uh, dikke hout tegen de reclameborden daar. zo van, Maar ik geloof dat hij dat echt is. Ja? Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij. Hij is gewoon echt zo, man. Die man, die man. Ja, wat is... ja, zou best kunnen, hè? Want wij kijken er gewoon, eh, althans, ik kijk er gewoon vanaf buitenaf eh, ja, naartoe. Ja. Dus misschien is hij wel echt gewoon zoals hij is. Maar ik kan me ook meerdere momenten herinneren dat wij een keer tegen hem speelden met Heracles. Dat hij bij Heracles speelde. Dat we in de catacombs stonden. En we uh, stonden allebei een beetje achteraan. Hij bij Heracles en ik, uh, ik weet niet, bij Fijner, denk ik. En uh, hij pakte een fles uh, water. Ja. Maar uh, no! oh. <laughs> <laughs> ja... Ja, maar dat kan toch niet. even serieus. Johnny, even serieus. Ja, maar dat je denkt van... Maar gozer, zet even serieus. Wat zijn we met benen aan het doen, joh? En dan kijk ik echt zo van... Ja. Oh, oh, oh. Dus ja, misschien is het hier wel echt zo. Maar ik, ik het, geloof het, dat het, hij, het, echt ja, is het net even gemaakt. Laten we Woutje even, even met rust respect, laten. Helaas, ja, Ik hem, 100, 100% van, want hij uh, haal het maximaal we hebben, eruit. We hebben nog een aantal dingen die we een paar dingen die we met je willen bespreken. Want we zijn zo lekker aan het lullen, super gezellig. Dus, maar ik wil even naar het moment gaan, want dat was het moment dat uh, van Aarde Den Haag. Um, oh. je, je kon eigenlijk kon je, 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 je nou, echt een fantastische transfer maken. Oh, je wilde um, net even de, de Abu Dhabi gaan. Uh, ja, vanaf. man. Ja, okay. ja. Leuk, ja, nou, maar ik ben. <laughs> ja, maar we zijn gewoon heel erg benieuwd wat dat met je heeft gedaan als mens. Mm. Weet je wel? Want het is dus net uh, voordat je naar Feyenoord zou gaan. Je ja. had een driejarig contract, had je getekend. Ja. Ik weet nog dat je helemaal kapot terugkwam. Ja, man. Nou ja, ik kan je wel vertellen hoe dat eigenlijk ging. Dat, kijk, uh, op het moment dat dat aan, uh, aan het licht kwam, was uh, denk ik twee weken, drie weken in de voorbije waren wij nog mm -hmm. zoiets. Uh, nou, er is een club uit Abu Dhabi, die zou ik graag willen overnemen, uh, en dat gaat om serieus geld. Uh, uh, toen zei ik, nou ja, ik vind, ik vind dat best interessant, omdat ja, wellicht komt die, trein, uh, die financiële trein die komt misschien niet meer voorbij, dus ik ja. zou best wel uh, op willen stappen. Toen heb ik wel gezegd, ik, ik ga pas daarheen op het moment dat de clubs akkoord hebben. Uh, dus dat ging over de termijnen, betalingstermijnen van Transversum. Uh, nou op een gegeven moment kreeg ik een signaal van ah, oké okay, we zijn akkoord. Twee termijnen uh, kunnen wij het betalen, uh, kunnen hun het betalen, dus toen ging, vloog ik daarheen. En uh, nou, ik had natuurlijk al een beetje indicatie van wat ik kon gaan verdienen en wat er allemaal mogelijk was. Nou dan ben je 25, 26, ja dan, dan ben je in één klap, zo dacht ik dat op dat moment, miljonair. Ja. Uh, heel naïef, zoals ik dacht, ga ik uh, in een vliegtuig, zit ik denk zo, Ferrari, oh joh. 2000 dollar aan de maat, oh ja, dat kan ik wel een keertje missen, zeg maar. Zo zat ik ja, ja, ja. Uh, te denken. Dus uh, ik vloog daarheen en ik ontmoet de Spaanse trainer, uh, die, zegt, uh, die kon niet eens Engels. Hij zei, yes, we play with, uh, with wings, they give you cross, your head. Ik zei, ja, allemaal goed joh, prima. Je weet hoe het gaat. Dus ik ontmoet al die spelers gewoon daar en die en. Uh, nou, alles was oké okay. en toen gingen we s'avonds naar het uh, hotel, ik denk op een woensdag of een donderdag. Uh, toen kwamen uh, de sheiks van de club en de advocaat van de club, die kwamen om uh, te onderhandelen over het contract. Uh, en ik werd voorgesteld en ik ging zitten, gewoon echt in een bank, een beetje bedoeld zoals dit. En ik zat daar en er zat een sheik naast me daar, eentje hier en eentje hier. denk ik drie kwartier met hun gezeten, ja dat was natuurlijk al heel heel vaag. Nou, ik zag aan mijn zaakbedenemers gezicht dat het, dat het goed zat, dus ja. uh, ik, ik teken een, uh, een, een contract en ik denk oké, okay, nou het is geregeld. Dus ik vloog denk ik op vrijdag of zaterdagochtend terug en dan zou ik op zondag uh, bij ADO afscheid nemen en dan op dinsdag trainingskamp in Nederland zouden we op trainingskamp komen, zou ik daar aansluiten. Dus oké, okay, zo, zo gezegd, zo gedaan. Wij vliegen terug uh, naar Nederland en uh, ik kom uh, zaterdagavond aan. En mijn hele familie bij elkaar. Allemaal gewaden aangedaan. Uh, afscheidsfeestje. Wow, dit, bla, bla, bla. Weet je, superleuk. En wij denken, oh ja, mooie, mooie stap. En uh, volgende dag kom ik, uh, wil ik naar Ado rijden. En mijn sta me belt in de ochtend. Hij zegt, "Michiel, hij zegt, zit je vast? Ik zeg, ja, ik zit in de auto, dus ik heb uh, mijn stoel <laughs> mm. vast. Hij zegt, ga niet door, man. Ik zeg, wat bedoel je, ga niet door, man. Hij zegt, uh, ja, ze willen niet meer een twee termijnen betalen. Ik zeg, maar ze waren toch akkoord voordat ik daarheen ging. Ze willen in drie termijnen betalen, anders gaat de deal niet door. Maar toen kwam ik dus, de volgende dag, denk ik. Hey. Ja, ja. En uh, toen moest ik doen alsof er niks aan de hand was. Uh, ik moest gewoon weer trainen. En ik denk twee weken later uh, begon de competitie al. Uh, dus ik was helemaal, uh, helemaal van het padje, omdat ik gewoon. Uh, het ging gewoon niet meer door. Zij wilden in drie termijnen betalen ja. en ADO accepteerde dat niet? Nee, dat accepteerden ze niet omdat ze vonden het al een beetje raar zeg maar dat ja. die jongens daar, die hebben natuurlijk geld zat, dus die kunnen makkelijk uh, dat, die transfers om neerleggen. Ja. Dus ze vonden het heel raar dat ze eerst in twee termijnen wilden betalen, maar toen zei ADO nou we gunnen jou deze stap, uh, we gaan akkoord met twee termijnen. Ja. ja. Dus toen uh, dat hele verhaal en toen kwam ik terug en toen zeiden ze van uh, ja, we kunnen drie, drie termijnen kunnen we niet accepteren omdat, ja, we vinden het al een beetje vaag ja. dat ze nu ineens over twee en dan weer drie termijnen. Dus we kunnen dat gewoon niet accepteren. En ik begreep dat ook, omdat, ja, ik dacht ook van, hè? Jullie willen mij te graag hebben, oké, okay, dan leg je toch gewoon het, uh, het bedrag op tafel. Ja. En toen een dag later hadden ze gewoon een achttijdenspits vanuit uh, Spanje gehaald. En dat was dus uiteindelijk de reden waarom het niet doorging, omdat ze dus bezig waren met andere jong Wat doet dat met je, man? ja dat is natuurlijk niet, uh, niet uh, ja dat is wel iets pijnlijks dat zal dat wel pijnlijk blijven niet zozeer omdat ik dacht van oh ja ik heb, nu heb ik financieel onafhankelijkheid Nee, maar gewoon meer het feit dat het leven wordt gewoon een, een stukje makkelijker daardoor en uh, iets wat we, wat we graag hadden willen doen ging niet door en uh, dat had je is wel moeite pijn. met hoe ze met je om zijn gegaan als mens zijnde ze, ze, ze hebben niet eens met de mensen rekening gehouden, uiteindelijk. Juist. Ze hebben gewoon uh, gedacht: het is business, het is zakelijk. En ik ja. kies gewoon voor, de, voor een andere speler. Luister, we komen in tijdnood. Ik wilde nog zoveel vragen wilde ik aan je stellen, man. Um, Misschien moeten we een deel 2 gewoon Misschien doen. Misschien moeten met we hem, echt wel een deel 2 doen. Zeggen, dat ik, ben... <laughs> ik heb je graag hier op de bank, man. <laughs> ja, ja, <nee>. ja, man. <laughs> ja. En, want we wilden nog zoveel vragen over je periode, hoe je je nu voelt bij RKC. Wat het, wat het, uh, hoe het komt dat je nu zeg maar, zo lekker in je vel zit. Mm -hmm. Um, misschien kan je daar nog snel um, uh, antwoord op geven en daarna gaan we door naar de laatste vraag. Man. Nou ja, eigenlijk begon het bij, bij ADO dat ik mijn plezier dan op een gegeven moment een beetje kwijt raakte, omdat... Uh, na Utrecht, dat een halfjaartje Utrecht, uh, had ik die zomer niet echt een, een nieuwe club. Toen had ik gevraagd aan ADO van, uh, kan ik bij jullie mee trainen? Omdat ja, ik heb nog geen club en ik zou graag willen trainen. Toen was het... Uh, was het van nee, uh, we willen alleen graag spelers uh, die komen trainen die eventueel in een aanmerking ja. komen voor een contract. Ja. Uh, dus zei ik oké, okay. toen heb ik dus een tijdje voor mezelf getraind en toen uiteindelijk mocht ik wel komen uh, na de eerste speelronde denk ik. En toen heb ik meegetraind en toen kreeg ik toch weer een contract uh, bij ADO. En uh, nou, dat jaar, dat eerste jaar was het natuurlijk dramatisch met, met fonds. Zowel voor mij als voor de, de hele club. En toen kwam natuurlijk de hele Engelse enclave, die kwam met Parju en uh, ja. denk een stuk of tien Engelse spelers. Dat nou, ging het voor mij echt alleen maar uh, zo. En, uh, we zaten in de winter uh, in een, uh, op trainingskamp in Spanje, dacht ik. En we hadden een bingoavond op donderdagavond. En ik word ineens gebeld op mijn zaak. Jij zegt: uh, Je moet weg? Ik zeg: Je moet weg. Waar heb je het over, man? Ja, ik ben net gebeld door Mohamdi. Ik moet vertrekken. Trainer die gaat geen beroep op je doen. Ik zeg: Ik, zeg, ik zit vanochtend nog met die trainer. Mm -hmm. zeg, hoe, hoe, uh, hoe komt dit dan ineens? Ja, ze gaan geen gebruik van je maken en ze willen uh, andere spelers. Ik zeg: Maar ik ga niet zomaar weg. Ik zeg: uh, Ik wil gewoon vechten voor mijn plekje. Dus volgende dag naar de trainer, naar de party ging dus Ik zeg: Hé, hey, wat is dit nou? Nee, en, uh, ik heb het helemaal niet zo gezegd. En, uh, uh, de technische directeur probeert mij tevreden te houden. Die wil spelers lozen en dan weer nieuwe spelers halen. Ik zeg maar, ik zit nog met jou de ochtend ervoor. Ik zeg als je niet wil dat ik hier blijf of je wil iemand anders halen. Ik zeg dan kan je het gewoon zeggen, toch? En dan komt ineens de aap uit de mouw. Ja, maar als je weg wil, mag het. Dus je, ja. weet je dat spelletje, dat, 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 dat wel eens niet is, dus je mag weg, dit en bla. Maar ja. ik zei gewoon nee, ik blijf gewoon. Ik blijf gewoon zitten. En ik probeer voor mijn plekje uh, te vechten. Toen kwam natuurlijk COVID en dat was allemaal heel vaag. En dan, ja, toen ging het echt alleen maar bergafwaarts. Motivatie was weg, plezier was weg. En uh, dat je het tweede jaar bij Ado, dat was natuurlijk helemaal uh, ja. een, uh, een ja. drama met, uh, met Ranko aan het begin. Die me aanvoerde maakte. En uh, toen, uh, denk ik, de tweede wedstrijd of de derde wedstrijd tegen Feyenoord speelde ik ineens niet. En toen uh, was ik een slechte jongen. En uh, moest ik op kantoor komen bij Martin Jol Mohammed. Ja. Dat ik. Uh, dat ik uh, slechte dingen zei in de media. En dat ik negatief was over de club en uh, bla bla bla. Toen, toen voelde ik me gewoon niet prettig als mens zijnde. En, uh, dat je als voetballer zijnde uh, niet speelt. Of dat, je, uh, um, dat mensen niet tevreden zijn over je. Prima. Maar communiceer dat tenminste wel. Ja. En, uh, ik voelde me als mens gewoon niet gewaardeerd daar. En uh, toen, toen uh, verdween het plezier helemaal. En uh, dat jaar dat ik dat, ja, dat we dat hebben, überhaupt hebben overleefd, dat vond ik al uh, ja, dat vond ik okay. al heel wat. Maar uh, toen was ik wel gewoon klaar met de voetballerij, toen had ik eigenlijk over, overwogen om, om gewoon te stoppen, omdat ik gewoon plezier volledig kwijt was geraakt. En gewoon omdat ik me als mens niet, uh, niet prettig voelde. En dan, ja, dan moet je denk ik ook de keuze maken, althans die keuze wou ik maken om te gaan stoppen. Mm -hmm. uh, toen belde Mo alles mij op. Zeg uh, hoe is het met je? Dus ik het verhaal uitleggen, ik voel me niet zo goed en uh, plezier een beetje verloren. En toen zei hij, kom even bij mij op gesprek. Toen heb ik met hem gesproken, toen heb ik met Jozef gesproken, de huidige trainer. Nou toen voelde ik wel weer van, uh, ja, we denken dat je belangrijk voor ons kan zijn en het enige wat wij willen is dat jij je plezier weer terugkrijgt. En op het moment dat dat het geval is, dan verwachten wij ook weer dat het kwaliteit gaat leveren voor RKC. Nou zo geschieden en uh, we zijn nu anderhalf jaar verder en het gaat weer goed. Nice hey, hey, man, mooi om te horen. Yeah. Leke, Moeilijk, om te horen. Ja, dit is allemaal veel dieper dan dat uh, met de ADO, maar goed. Dat nee, getuigd. maar ja, ik bedoel dat is wel de situatie waarin we ons toen uh, bevonden. En dat ja. was gewoon geen totaal geen uh, gezonde situatie, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, maar dat is wel de geschiedenis waarom jij nu zo goed doet en waarom je nu zo lekker in je vel zit. Dus, nou, het feit goed dat erbij. je natuurlijk gewaardeerd wordt als mens zijn, uh, dat ja. is denk ik als voetbal ook het belangrijkste. Ja. Op het moment dat dat het geval is, dan, dan komen de kwaliteiten en het, en het goede voetbal, dat komt vanzelf. Klopt. Last question man. Met de kennis die je nu hebt, wat voor advies zou je zelf geven van 16, 17, 18, 20-jaar? Dat is denk ik een quote, een Engelse quote. Oké. Ik weet niet. Staat die op mijn telefoon? Kan ik even erbij. Tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ik heb hem hier. If you think the price of winning is too high, wait till you get the bill of regret. Moet ik hem nog een keer halen? Nee, nee waar, ik, ik, ja. Waarom? Ik, wat wat nou, haal dat, jij daaruit? Ja. Nou, het feit dat, zeg maar, uh, <coughs> uiteindelijk in onze business, hoe je het went of keert, gaat het om winnen. Mm -hmm. Dus zeg maar, op het moment dat jij zelf niet inziet dat het gaat om winnen, en je niet er alles voor over hebt om te winnen, mm -hmm. krijg je vroeg of laat, krijg je spijt van het feit dat je niet alles uit hebt gehaald. Mm. Of, of ja, spijt uh, of fouten die je maakt die je niet, uh, die je niet inziet. Ja. Mm. Dus ik denk, op het moment dat jij inziet dat alles wat je doet staat in het teken om te winnen, kan je er ook het maximale uithalen. Mm -hmm. En niet dat je, net zoals ik, of net zoals jij, nu terugkijkt van, althans terugkijkt van, had ik maar dat gedaan, had ik maar iedere dag het op kunnen brengen om, daar krijg je dan spijt van uiteindelijk. Ja. Dus ik, ik wil niet, althans ja, ik kan er nu niet meer om omdat ik nu ook aan het eind van mijn carrière zit, dus ik heb ook dingen fout gedaan. Ja. Maar als ik dat 16 jaar geleden had geweten, of 17 jaar geleden, had ik misschien een andere toekomst En dat was uh, je nu wel toe aan, aan ja, je leven. Ja. 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 Ik denk maar het ik... haast wel. Want ik bedoel, waarom had jij niet het pad kunnen bewandelen van een woud Of zo? Nou ja, die, die hebben het over gehad, natuurlijk. Ja. Het feit dat Misschien omdat niet, jij uh, niet uh, water over je gezicht. Kom uh, nou ja, <laughs> op! <on>! Los, los <laughs> van het? dat ben je net nog steeds. Uh, nee. <laughs> nee. Oké, okay, uh, Item. Wat heb je voor ons meegenomen? Oh, hebben die oh, ja. hier of niet? Ik heb hem wel bij me, ja. Dus kampioenserin van Feyenoord. Oh. Maar het is, uh, ja, wat ik al zei, ik ben natuurlijk een beetje NBA-fan. Mm -hmm. En uh, bij Feyenoord hebben ze toen daar een beetje aandacht aan geschonken. Ja. En, uh... Ja, die jas is zo lang. Ik ben ook twee meter. Hè, ja, gaat het wel? Of ja. Niet? Oeh. <laughs> dus ja, dan. Uh... Oh nice. Wow. Ja, het Stelt niet zo heel veel voor, maar het feit dat ik zeg maar uh, voor mijn droomclub uiteindelijk kampioen ben geworden op het curlingo heb gestaan. Ja. Is toch uiteindelijk iets, iets moois en iets kostbaars. En, uh... Mag ik hem eens zien als als oud-feyenoord? Ja, ik kan ja. hem ook wel zien, man. NBA-fan. <laughs> Michael Jackson, hè? <laughs> 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 Mooi, man. En, en um, ja, ah, ja. nummer het is, 29. Het Waar komen ze vandaan? Dat, uh, dat heeft met mijn overleden vriend te maken, toch? De Guido, die, uh, die overleed. Uh -huh. En op dezelfde dag kreeg ik een uh, nummer, mijn eerste nummer in betaalde voetbal bij NAC toegedeeld. Uh -huh. En uh, dat was 29. En uh, hij overleed op 11 mei. 2 plus 9 is 11. Dus zodoende heb ik 29 altijd een beetje, een beetje bij me gehouden. Dus ja. dat, zal, uh, dat zal ook nu niet, uh, niet anders zijn dan. Uh, Mooi man. Dan? Ja. Mooi. Dank je wel. Nice man. Ja. Oké, okay, ja, nou dat, uh, ik, ja, we willen je gewoon bedanken voor dit was echt, dit was wel de leukste podcast wat ik nu toe te Lá, maar Gewoon ah, gezellig, gewoon gezellig. Dat zeg ik tegen Iedere gast, je Ik moet die langer even kietelen, <laughs> nee, ja, nee, maar dat is wel, het is je het al, heb ik het lopen, wel waar. Ik zeg je eerlijk, ik, ik, uh, ik merk dat je enorm hebt ontwikkeld als mens, en, uh, en dat is gewoon oprecht, niet voor de camera, maar het is gewoon mm. echt oprecht, omdat ik, ik ken jou. Uh, vanaf het begin van je, uh, je Eredivisie-carrière. Uh, en uh, wat ik al zei, ik had, ik had uh, uh, niet gedacht dat je zo'n goede aanvoerder ook zou zijn. Dat je zeg maar, al je kennis weer mee kon brengen om, om ook de jeugd mee te helpen in, uh, in, bij RKC. En ik zou willen dat ik toen de tijd in mijn, in mijn jongere jaren zo'n captain als jou had gehad. Ja, maar dat meen ik echt. Want <laughs> meestal werden die jongens, jongens, jongens werden, zeg maar, wat jij net zei: van hé, hou je maar gewoon je mond, doe gewoon je mm. ding. En, uh, dus ik ben super blij dat, uh, dat je hier hebt uh, gezeten. En, uh, en trots op je ontwikkeling ook. En uh, thanks for uh, sharing your knowledge. Ja, dankjewel voor het uitnodigen. Ik, uh, uh, ik, vind dat ik wil, je wil je daar uh, nog wel wat aan toevoegen. Uh, jij ja, kennen mij helemaal niet, hè? Nee, nee. Nou, althans, hè, het beeld ja, wat, wat, uh, wat geschetst wordt. Maar uh, ik ben wel blij uh, dat je hier als gast op de bank bent gekomen. En eigenlijk mij en ik denk heel veel anderen hebt laten zien wie Michiel Kramer eigenlijk nou echt is. Ja. Weet je, de mens, Michiel. Mm. En, en ja, ik denk dat dat uh, veel langer bij gaat blijven bij mensen. En, en dat dat ook eigenlijk het belangrijkste ja, is. Ja, dat, dat denk ik ook. Ik hoop het ook alleen, ja. Je blijft natuurlijk altijd een gedeelte houden die dat nooit uh, zal inzien uiteindelijk. Toch? Nou, ik, 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 ik denk het wel. Ik denk mede ook, hè, door dat je hier mm. uh, te gast bent geweest en, en je eigenlijk van een andere kant hebt laten zien en, en ook uitlegt hoe dat, waar dat vandaan is gekomen mm. en hoe dat zich zo ontwikkeld heeft en waar je nu ook bent, dat men dat ook kan zien. Ja. Weet je, um, heb je dat ook gewoon echt waargemaakt? En uh, ik hoop dat wij nog heel lang van jou mogen genieten op de velden. En we ja, hebben het al ja, gezegd: je gaat terugkomen voor ja. deel 2. Oh, oh, je moet ja, terugkomen oh, voor deel 2. Ik oh, vind dat, dat jullie iets bijzonders doen. Dus ik, ik vind dat wel, uh, dat zou ik heel graag willen. Dus sowieso bedankt voor, het, uh, voor de uitnodiging. Man. En uh, Thanks. blijf lekker jullie ding doen. Dan ja, uh, zeker. open jullie ja, heel, wat, heel wat deuren voor jongens. Dus dat is alleen maar goed.